Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. En we zijn weer aan het rollen. Met wie? Met jou. Jij bent weer lekker aan het jiu-jitsu, hè? Ik? Zie ik de laatste tijd op Instagram. Gaat goed? Ja, ik kreeg de laatste tijd weer de opmerking dat ik gevaarlijk word. Oh, ja, dat was je tijdje iets minder, hè? Zal ik je zeggen dat ik best wel moeite had met een hele tijd niet trainen. En dan ik moest toch weer een beetje een comeback maken. Mm-hmm. En dan moet je tegen van die over enthousiaste Poolse blauwe banden. Ik praat altijd over Pompai, de Pool die bij ons traint. Die is zo'n lekker studentenleven, 2 keer per dag trainen. En dan moet je dan tegen opboksen. En dat was best wel lastig om daar even van terug te komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus, maar ben wel goed op pad. Maar ik rol nu lekker 2 keer per week. Ik word er fit van. Ja. Ik ben weer aan het hardlopen. En, lekker aan het afstoffen. In het kader van wat we gaan doen met KCT, neem ik aan. Nou, dat gaat lopen wel, ja. Ja. Ik deed vanochtend weer, toen dacht ik, ja, anders zou ik het inderdaad niet doen. Ellende. Dus, maar ik vind het ook fijn om inderdaad gewoon weer fit te zijn. Hmm. Ik heb van de week ook geleerd dat cardiovasculaire hoe noem je dat? Energieconditie. Ja. Dat daadwerkelijk bijdraagt ook aan spiermassa en kracht. Nogal logisch, als je motor groter is, als je meer kan vervoeren, mm-hmm. Dan ga ik beter presteren met je spieren. Ja, kun je meer dragen. Top, man. Ja. Cool. Ja, nou ja, als je vandaag weer eens een keer niet alleen met z'n tweeën, maar wel een beetje met een intern feestje. Een van de dingen waar ik aan moest denken toen ik naar deze podcast reed, was dat McMurtry volgens mij een keer vertelde in deze podcast, de generaal. Dat de meeste mensen, als ze kijken naar defensie, dan kijken ze naar de soldaten die aan de voorlijn staan te schieten, zeg maar. Ja. Maar dat om daar te komen en om dat werk te kunnen doen, zit er nog 90% aan apparaat achter, die allemaal heel veel waarde leveren. En zonder die mensen zouden die troepen nooit op de voorlinie kunnen staan. En ik denk dat daar bij eindbazen ook wel een beetje sprake van is, want nou, mensen kennen ons natuurlijk van de voorkant, maar wij zouden dit spelletje niet zo kunnen spelen als we niet ongelooflijk geholpen werden door een groot team van vrijwilligers. Zeker. Nou, vandaag weer eens even een keer met z'n allen de koppen met elkaar gestoken. Maar we vinden het ook altijd wel leuk om de mensen die ons helpen met dit avontuur zelf ook eens even in het zonnetje te zetten. En mensen eens eventjes te laten zien wat voor DNA daarop afkomt. En, Ja, veel mensen hebben denk ik geen idee. Het lijkt een beetje zoals van Michel Wicht, maken dat podcastje. Dat krijg je dan wel eens te horen. Ah, jij bent van dat podcastje, toch? Ja, van dat podcastje waar we gastenboekers voor hebben. Social media managers, mensen die teksten schrijven. Mensen die de IT regelen op de achtergrond. Ja. Moet allemaal geüpload worden. Komt stiekem gewoon veel bij kijken. Komt veel bij kijken. Ja. En we hadden het niet kunnen doen op het niveau waarop we het nu willen doen. En Joe Rogan heeft niet van niks aan Jamie, ja? Dat is waar. Dat heeft hij ook niet zo gedaan. Podcast los en dat. Door de jaren heen, want we zijn nu wel... We zijn 3,5 jaar bezig of zo. Hè? Ja. Volgens mij 4. 4? Ik denk dat we 4 jaar geleden misschien... Nee, we zijn ergens een keertje in de zomervakantie begonnen met het idee. Dat is denk ik 4 jaar geleden. Januari was de eerste met Martijn. Ik weet nog dat ik mijn kantoor toen in Zoetermeer had. Want we zaten toen bij Niels in zijn antikraakpand. Het klaslokaal. Nee, nog wat hij daarvoor had. Oh, daar ging het testen. Toen zaten we al met die microfoons te klooien. Ja, dat was volgens mij in de zomer. En toen hebben we in oktober... volgens mij de eerste opgenomen. En in januari, februari durfden we met 4 podcasts die we live hadden, durfden we dan eindelijk... Ja, januari 2015 is de eerste. Online te gaan. Ja, en een van de eerste die daar... Je zei het net al, ik heb jou erbij ingesleurd, zei je. Ja. Willem, dank. Ja, want jij bent begonnen als virtual assistant natuurlijk. Dat heb je vorige keer ook verteld toen je hier was. Ja. Virtual assistant voor Nutrofit, maar ondertussen ben je... Je bent onze houvast. Als ik zou moeten beschrijven, ik zou niet eens weten wat ik nou precies doe eigenlijk. Nee, veel. Van alles. Ja. Veel, ja. Ja. Je helpt ons bij Nutrofit, je helpt ons bij Eindbazen, je helpt mij bij 12 Waves. Dus je bent behoorlijk geïntegreerd in onze bedrijfsvoering over de linie heen. Maar als je nou kijkt waar je momenteel het meest met ons voor bezig bent, wat vind je dan het leukst? Wat je nu doet? Eigenlijk zeg maar als je over alle bedrijven heen kijkt, echt gewoon strategisch meedenken van hoe ga je nou verder, hoe ga je nou groeien en hoe kun je nou alle kanalen die je hebt echt optimaal gaan laten presteren, inzetten. Want jij hebt ook niet echt stilgezeten in die laatste paar jaar. Want waar je in principe in eerste instantie inderdaad als een soort VA op afstand ons ondersteunen met een paar administratieve klussen, denk je inmiddels behoorlijk mee
strategisch op strategisch niveau mee over marketing, productstrategieën, contentstrategieën, alles. Dat is wel je feestje een beetje geworden. Ja, nou ja, ik zat ook vanochtend even in de auto te denken van wat is er nou gebeurd tussen de laatste keer dat we hier een podcast hebben opgenomen en nu. Ja, dat is toch voor mijzelf ook heel veel gebeurd. Gewoon als het beginnen van mijn eigen bedrijf. Maar gewoon echt volledig zeggen, hey, ik ga volledig aan mezelf werken om echt poten in de grond te zetten en echt een bedrijf neer te gaan zetten. Ja. En dat begint steeds meer vorm te krijgen. En als je ziet, ja, als je gewoon mee gaat denken en mee gaat kijken en oplossingen ziet op plekken waar je denkt van, oh ja, maar dit kan ook, dit kan ook, dit kan ook. Ja, dat was ook, het ging helemaal organisch, is het eigenlijk bij 12Ways binnengekomen. Ja, ja. We zijn natuurlijk laatst ook met z'n tweeën, jij en Wigert, zijn naar Amerika gegaan om daar het vak nog weer beter te leren. Wat zijn jullie daar gaan doen? Ja, we zijn Brandon Bessard gaan opzoeken in Expert Academy. Yep. En wat was het, even 2, 3, 4 dagen volgens mij hebben we in San Francisco langsgelopen. Nog even bij Yosemite Park geweest, video's geschoten. Beren gejaagd. Beren gezien, gejaagd, wolven gezien, bijna aangereden. Dat was echt een dom verhaal met die wolf. Dat, we zaten foto's te maken, we gingen vanuit de stad gingen we naar Yosemite. 'S Ochtends en of 's nachts zijn er onder... ja, zo'n voorpark voor het echte natuurpark, weet je, dat is echt zo groot. Ik denk, we hebben gewoon 6-7 uur gereden. Ja, ja, ja. Weet je, dan ben je gewoon 3 keer Nederland doorgekomen. En op een gegeven moment, wij om 6 uur wilden we naar een of andere bergtop. Dus wij 's ochtends om 5 uur al in die auto racen. Mooi met zonsondergang. En op een gegeven moment, joh, ik zit een beetje op mijn Instagram dingetjes wat te posten te doen. Dus ik zit naar mezelf te kijken. En volgens mij, reed jij op dat moment? Of, nee, of, jij reed. Ik reed. Jij zat aan het klooien met een Instagram, met een of andere filter of zo. En op een gegeven moment, ik denk, fuck man, er staat gewoon een witte hond langs de weg. En ik zie zo'n andere auto, die begint ook echt te stoppen en te kijken. Ik denk, maar een witte hond is wel echt heel breed. Ja. Ik rijd langs en zeg, holy fuck, het is gewoon een wolf. Wat dan? Ja, dan een grote witte wolf. Ja. Game of Thrones shit, man. Ja, man. We hebben gewoon op een dag hebben we herten, beren hebben we gezien. Ook zo bizar. Op een gegeven moment zie je mensen, een hele auto's stopt. En er loopt gewoon een mevrouw met de camera, alsof ze een of andere bijzondere bloem gaat fotograferen. Die loopt gewoon richting zo'n donker dennenbos in. Dus wij vragen die mensen, wat is er aan de hand? Ja, er loopt een groepje beren. Oh, great. Dat is een goed idee. Laten we erachteraan gaan met z'n allen, weet je wel. Maar goed, ja. Ja, wij zijn toen ook uitgestapt. En ja, dat snap ik. We hadden foto's proberen te maken. Maar wow, was vet park. Weet jullie wat een Darwin Award is? Ja, als je hele domme dingen gaat doen in Darwin. Maar het was een gaaf marketing evenement. 4 dagen marketing knallen. En we hebben gewoon een hoop geleerd om toe te passen. Ja, wat heb je daar opgepikt wat je nu gebruikt? Voor ons onder andere en andere clubjes die je helpt? Het zit echt in de volledigheid van alle funnels en alle kanalen goed weten neer te zetten. Maar ook gewoon echt, hoe ga je content bekijken op de manier van wat voor content is dit? Mm-hmm. Is dit ego, mijn auto, mijn reet, mijn dit en mijn dat? Of is het echt, hey, ik ga iemand verder helpen en hoe kan ik iemand helpen? En dat heeft voor mij ook laten zien van, hey, hoe kan ik echt iemand helpen zonder daadwerkelijk sales te willen gaan drijven en iets te gaan vragen van iemand? Want ja, je bent hier om te dienen. Mm-hmm. En dat jij daar dan het ene aanpakt, misschien persoonlijk leiderschap of marketing of in jouw verhaal wil. Je bent hier om te dienen. That's it. En als heel veel mensen gaan dan zichzelf blind staren op geld, 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 geld. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat kwam daar heel erg naar voren. Dat event ook zei, van ik sta hier op het podium. Brandon Bessard in dit geval dan. Maar ja, ik verdien meer geld als ik hier achter zou gaan zitten en niks doen. Dan dat ik jullie aan het bedienen ben. Mm. En ik moet eerlijk toegeven, hij heeft 3 dagen lang echt 6 uur op de bühne gestaan. En 6 uur knallen. Dat 4 dagen, hè? 4 dagen. Ja, 4 dagen. Ja. Dat is echt knap, man. Ja. Ik heb dat met Michael ook altijd al. Die doet dat 2 dagen. Maar ook lange dagen. Ja, maar deze is echt wel 9 tot 7. Staat hij daar. Ja, ik vond het ook wel knap. Ja. En hij was nog ziek ook geweest in die week. Oh, fuck you, man. Ja, snap ik. Nou, als je zelf volop zit, hè. Ja. Maar het ook. En inderdaad ook boeiend om het dan ook boeiend te houden. En wat hij dan uitlegt over marketing. Hoe dit hij het zelf heeft gedaan. En, ja. Het meest wat mij bij is gebleven is om, vond ik wel mooi, holistisch naar je bedrijf kijken. Op een holistische manier. Nou, op het moment, stel dat je, het ging daarover experts die zichzelf willen neerzetten. Maar wat als die expert een been brengt of hij kan niet meer spreken of hij wordt ziek of wat dan ook. Dan heb je geen inkomsten meer. Mm-hmm. Omdat te veel alleen maar leunen op coaching of misschien een keer lezingen geven, dat soort dingen. En hij bekijkt het volledig. Volledig aspect. Dus met online trainingen. Oh zo, ja, ja. Zo. Ja, ja, ja. Jezelf met een mastermind neerzetten. Er zijn zoveel facetten waarmee je geld kan verdienen. Hmm.
Om daar op een holistische manier naar te kijken. Nou, eigenlijk met al die funnels, want daar ging het uiteindelijk om. Dat je mensen wat aanbiedt en vervolgens naar programma's trekt. Daar zijn gewoon onwijze sterren. Ja. Dat hij ook zei, als ik nu ziek word, dan heb ik voor de komende 450 dagen ben ik verzekerd van inkomsten. Ja. Gewoon door te weten dat er zoveel mensen nu zich hebben aangemeld in die funnels. En dat daar een bepaald conversiepercentage aan komt. Ja. Nou, dat is echt wel heel gaaf. Kun je daar eens iets meer over vertellen, Lars, over wat een funnel precies is? We hadden hiervoor een team overleg en toen, ik dacht ook, dat iedereen weet tegenwoordig wel wat een lead magnet, een evergreen funnel is. Maar wat zijn funnels eigenlijk precies? Nou ja, funnel, het ligt er een beetje aan waar je het op baseert, maar het basis waar de meeste mensen in aanraking komen is dus het gratis lokkertje. Of het gratis report, een video, een training, een webinar, noem maar op. En wat daarna gaat gebeuren is dus een aantal aspecten die ofwel offline, ofwel digitaal, ofwel via advertenties naar je toe komen. Dus het kunnen mailtjes zijn, fysieke mailings, een call die wordt opgezet. Dus er gaan een aantal acties, een aantal processen die worden gestart nadat jij een actie hebt ondernomen door te zeggen van, ik heb interesse in X onderwerp. En ik geef mijn e-mailadres en vervolgens gaan mensen je bestoken. Ja, dan gaan mensen je bestoken met of meer waarde, of met een aanbod, of met een tijdelijk aanbod. En ja, daar zijn heel veel verschillende vormen in van, maar het meest basale wat we vaak tegenkomen is gewoon een gratis report aangeleverd en dan gaan er een aantal mailtjes uit die ja, je tot een actie gaan overzetten, tot een aankoop. Ja, werkt voor ons best goed. Ik zie het bij 12 Haves ook werken. Is dit iets wat voor alle bedrijven interessant is? Ja, maar het ligt heel erg aan wat je verkoopt en hoe je het verkoopt. En het is gewoon eigenlijk niet meer dan een proces. Het klinkt funnel, maar het is gewoon een proces van hoe ga ik een sales in lijn zetten. Dus hoe ga ik van een koude lead naar iemand die daadwerkelijk of met mijn afspraak gaat doen, of even kijken op mijn website of een product gaat aankopen. Ik heb Brandon Bouchard, ben ik natuurlijk ook gewoon zijn funnel gaan bekijken. Hij heeft gewoon een funnel waarin er iemand mij fysiek gaat bellen, gaat verhalen vertellen. Die gast die zegt, oké, je gaat nu in deze call, eigenlijk belt me uit Amerika op, ga jij een video bekijken van Brandon. Samen met mij en dan gaan we daarna daarover lullen. Dus het is wow. Maar dit is gewoon een proces wat in elkaar is gezet. Mm. Waar iemand heel stapsgewijs gaat volgen. Van oké, dit is wat je moet doen om daadwerkelijk iemand te converteren. En dan vallen mensen af. Daarom heet het een funnel. Ja. Er komen 100 man binnen of 100 man binnen. En dan gaan er zeg maar 1, 2, 3, 4, 5 gaan overal tot aankoop. En ja, dat is gewoon proces in elkaar stellen. Als jij dus B2B bent of eigenlijk human to human aan het stellen bent. Dan heb je daar ook een proces voor. Dan loopt ook een funnel. Maar heel veel mensen hebben het niet in kaart gebracht of gaan het niet automatiseren. Dus dan is het allemaal een beetje in je hoofd. En dan gaat het of niet gebeuren of je laat gewoon steken vallen. En dit is gewoon heel procesmatig en cijfermatig kijken naar. Oké, er komt 100 man binnen. Deze acties worden ondernomen. Er gaat zoveel, wordt geconverteerd naar een lead of een klant. Ja, of een... ja, duidelijk. Werkt dat voor jou zo samen zo'n video kijken? Voor die awkward? Ik vind het best wel agressieve strategie. Zou jij meeluisteren met iemand? Als iemand je belt, hey, hier heb je een link, doe eens even mee, kijk je met mij. Nou, Brandon kennen, heeft hij dat wel goed in elkaar gezet. Niet te pusherig. Mm-hmm. Want ik weet ook echt wel wanneer het te pusherig wordt. Maar goed, wij vinden in Nederland sowieso het selling on stage is ook echt not done here. Of mensen, ik denk ook dat Nederlanders er misschien niet altijd even goed in zijn. Maar in Engeland is het heel normaal dat je voor €30 een kaartje koopt op een of ander evenement. Waarbij je weet dat er dingen verkocht gaan worden. En dat deed Brandon daar ook. Ik bedoel, we hebben het daarover gehad, volgens mij ook in de podcast. Er hebben gewoon meer dan 60 mensen hebben daar een creditcard getrokken om voor €20.000 een mastermind mee te doen. Jezus. Omdat ze dat binnen 20 minuten moesten doen. Heb je een flinke creditcard als dat eraf gaat? En ik zelf ook. Ik heb daar een sprekerstraining gekocht van €2.000 op de bühne omdat het kon. Het was goed en ja, ik wist ook echt wel dat er verkocht werd. Maar hey man, dat was wat ik nodig had, weet je wel. Waarvoor ik kwam. Dat is waarvoor je dit jaar naar Amerika gaat. Ja. Die training, ja. En dat is ook eigenlijk, zeg maar, voor in hun geval, dat is het laatste moment van zo'n funnel. Ze weten gewoon, als je daar op het podium staat, iedereen is hype, iedereen heeft elkaar geknuffeld, je bent helemaal in die modus, dan is het beste moment om te verkopen. Ja. Doe er een paar bonussen overheen, bam, ja. Iedereen staat daar te gillen en te zeggen, ik krijg gewoon voor €30.000 aan bonussen. Weet je, met allemaal programma's en dingen. En het is ook echt gewoon goed. Het is eigenlijk echt goede deals. En dit is gewoon ook voor hem een funnel. Want nou ja, Wichert heeft dan het online product gekocht. En je krijgt gratis kaartjes naar het evenement. Ja. Want deze gast weet gewoon aan de voorkant al. Iemand die op dat evenement komt, 1 van de 100, die gaat dat kopen. Dus ik heb het zo weer terug. Ja, interessant. Ja. Doe maar, aan de ene kant, het lijkt me echt een... Het is wel een balans die je moet bewaken. Want het wordt heel snel te telcel, denk ik. Als je het op die manier doet, en dan werkt het tegen je. Ja, en als je nu ook daar ging het natuurlijk ook over spreken. En een van de dingen die
ik als heel erg waardevol heb beschouwd, is hoe hij je uitlegt hoe je bijvoorbeeld iets moet presenteren, hoe je iets op moet bouwen, mm-hmm. of bijvoorbeeld hoe je een sales video moet maken. En hier heeft Remco Klaas heeft het er ook over gehad in de studio. Dus je kan daar verschillende haakjes mee maken en intro's en een verhaal waar mensen mee kunnen relateren. En als ik kijk naar zijn presentaties of naar zijn video's, dan zie ik exact wat hij aan het doen is. Want hij is een bepaald riedeltje aan het afgaan. Mm-hmm. En nu kijk ik er anders naar. En ik zag het op een gegeven moment bij de drie mensen die daar op het podium staan. Iedereen deed daarin hetzelfde. Maar het werkt wel. Ja. En sterker nog, we hebben het daar ter plekke in Yosemite Park toegepast met een sales video voor de mastermind. En we hebben nog nooit zoveel aanvragen ja, dat op een video gehad. Ja, 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 ja. Terwijl, daar liepen we wel gewoon een riedeltje af. Kun je eens iets van een tipje van de sluier van zo'n template voor zo'n video oplichten? Hoe ziet dat eruit? Want wat zijn de standaard stapjes die erin zitten? Wat zijn de standaard stapjes? Nou, er zijn allerlei verschillende aspecten, maar het basis is gewoon, je wil naar iemand zijn droom en aspiratie gaan spraken. Dus niet echt, een beetje oldschool marketing was heel erg probleemoplossing. Mm-hmm. Dus heb jij x probleem, dan hebben wij de oplossing. Dit is veel meer dromen en aspiraties aanspreken. Dus gewoon een beeld gaan schetsen van, wauw, als jij dit zou kunnen gaan doen, dan zou dit kunnen gaan gebeuren. Mm-hmm. En dan ben je ook een beetje mee aan het nemen dat jij zeg maar, je schetst eerst de dromen van de persoon. Daarna ga je zeggen, ik was hier ook op een gegeven moment. Dus dan ga je jouw tearjerker eruit halen van, oh, ik was ook een arme student. Of mijn been is eraf gehakt op een gegeven moment. En, weet je, je gaat jouw authenticity aan laten zien dat jij ook een keer op dat moment hebt staan. Je bent niet zomaar iemand die à la Trump 1 miljoen euro heeft mogen lenen van Spa. Wat een kleine lening was om een bedrijf te starten. Nee, ja. Jij bent ook in een klein dorp naar de grote stad gekomen. Ja, start from the bottom, dat idee. En dan ga je daar verder op acteren op, oké, wat zijn nou de voordelen van zoiets? Wat gaat het nou voor je opleveren als je dit gaat doen? Mm-hmm. Daarna ga je zeggen, wat gaat het nou niet, of wat gaat het je kosten als je het nou niet doet? Want als je het niet doet, ja, dan kan je nog jaren dit doen. Of kan je jaren tijd spenderen aan allerlei andere aspecten. Of stel je gaat een tool verkopen. Ga je zeggen, ja, maar ja, als jij deze tools niet hebt, dan ga je alle andere tools kopen en uitproberen. En ik heb gewoon het antwoord. Dus ga bij mij aan tafel zitten. En dan regel ik gelijk hoe jij op hetzelfde punt kan komen zoals ik ben. En daarna ga je een aanbod doen. En dan is het heel erg, ligt er echt aan wat voor format je gebruikt. Sommige mensen gebruiken een risk reversal. Nutrafit à la money back guarantee, weet je. Koop het. Als je het niet leuk vindt, stuur me gewoon terug. Ja. En digitaal producten is helemaal makkelijk. Weet je, koop het. Als je niet wil, stuur het gewoon weer terug. En daar ga je dan gewoon op verder acteren. En dat ligt echt heel erg aan wat voor product je verkoopt of wat voor dienst. Maar het is ook heel erg leer mensen waarde te geven en iets te leren voordat ze überhaupt aangaan op een aankoop. Ja. Ja. Ik denk dat dat voor een boel bedrijven wel de belangrijkste stap is om dat eens een keer alleen al voor zichzelf te expliciteren. Want als je dan je klant kan uitleggen, moet je het ook eerst zelf kunnen beantwoorden. Dat je al exact weet waar je waarde zit als bedrijf. Ik bedoel, dat begint vaak ook branding traject wat je ingaat met de marketing. Ja, wat zijn jullie? Wat is je boodschap? Wat probeer je eigenlijk precies te bewerkstelligen? Dus alleen al dat kunnen vertellen voor jezelf gaat je al vooruit helpen als ondernemer. Denk ik, omdat ik denk dat gemiddelde ondernemer dat niet eens kan. Het grote probleem wat ik zie met mijn eigen klanten en gewoon heel veel bedrijven, is je zit zeg maar zelf op een level 80 of 100 qua inzicht en onderzoek en kennis. En de meeste mensen, ja, die zitten gewoon op level 10. Dus als jij een aanbod doet, hebben ze helemaal geen kwestie of idee van, wat koop ik nou? Wat kies ik nou? Mm. En jij denkt, ja, maar ja, als ik jou deze woorden zeg, dan hoor je natuurlijk al gelijk dat ik heel veel waarde lever en heel slim ben. En ja. No way, want zij zijn niet op hetzelfde niveau. Zij weten niet dezelfde inzichten die jij hebt. Mm-hmm. En je hebt niet dezelfde struikelblokken moeten overwinnen die zij misschien nog moeten gaan overwinnen of die jij kan wegnemen. Ja. Maar als je dat niet uitlegt, als je niet die waarde van tevoren levert en een beetje induceert van hoe kan ik nou een adequate keuze maken. Ja. Ja. Nice. Wat ik daar ook een goede vond was dat je leert hoe je stof moet overbrengen. Huh. Dus standaard verhaaltje over je kennis alleen maar zenden en dan blijft het dus niet hangen bij mensen. Uh-huh. Terwijl jouw rol, als je echt een expert bent of je bent een instructeur, dan is het om mensen wat te leren. Maar als je die psychologie niet in handen hebt, dan sta je eigenlijk alleen maar te zenden en komt het niet binnen. Wat kunnen wij daaruit, stel we kijken naar eindbazen, proberen mensen ook dingen bij te brengen. Brengen wij de kennis goed over? Als je kijkt naar hoe hij zegt dat zou moeten? Ja, dan hebben we natuurlijk een 2 uur kennisinformatie waar mensen zelf naar kunnen kijken en daar de dingen uit kunnen pakken. Mm-hmm. Als het echt gaat om op de bühne te staan of op een video mensen iets te leren. Mm-hmm. Wat Remco hier ook aangaf, en dat gaf hij ook aan. Je hebt een uur heb je iets staan, zijn zen, en hij deed het ook iedere dag. Dan legde hij die 3 uur lang over een funnel uit van 10 verschillende stappen. En dan zei hij, jongens, 1 ding wil ik dat je doet. Schrijf het op.
En dat was gewoon de one thing waarmee je moest starten, weet je wel. En dat is dan echt een ankertje voor mensen. Want de helft zit al naar buiten te turen omdat ze het niet meer begrijpen. Mm-hmm. Of het is gewoon te veel. Dus dat ene ankertje, ja, dat is wel gewoon de one thing. Ja, oké. Okay. Nice. Mooi. Helder verhaal. Nou ja, goed. We zeiden al, jij doet zeg maar binnen die specialismes doe je een heleboel dingen voor ons bij Eindbazen. Met veel succes. Dus daar zijn we blij mee. Maar je bent ook tevens, dat zeiden we in het begin al, degene die het langst bij ons vol houdt. Gekscherend bedoeld. maar wat haal jij momenteel nog uit wat we hier aan het doen zijn met z'n allen? Ik bedoel, we hebben het in het begin ook over gehad. We vinden het belangrijk dat mensen die met ons samenwerken er ook voor zichzelf iets uithalen. Dat is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, je kennis vergroten, wat dan ook. Wat is het wat ervoor zorgt dat je dit gewoon nog interessant blijft vinden voor jezelf? Het is voor mij, als ik zie podcasten, iedereen die een bedrijf heeft of een marketing of bezig is met zichzelf op te zetten, is de nieuwe vorm van jezelf gaan in de markt gaan brengen. Mm. En content produceren is gewoon interessant. Het is voor mij ook heel goed om te gaan zien, hoe doen andere mensen het? Hoe pakken ze het aan? Hoe zit dat in een team intern? En ik vind het gewoon vet om ja, mee te werken aan dromen van iemand anders en daar ook een beetje hulp mee in hebben. Voor mij zijn heel veel verschillende podcasts, er zijn heel veel inspiratie geweest, mm-hmm, om een beetje get my shit together te doen. En dat is mede dankzij daardoor denk ik, oké, als ik dan überhaupt alleen maar een steentje bij kan dragen dat andere mensen dat ook hebben. En dat is ook voor mij een soort visie van mezelf, van als je maar één iemand weet te helpen, ja, dat is al meer dan dat je eigenlijk in je dagelijks leven doet. Ja. En stel dat die persoon nou het antwoord vindt op hoe gaan we de aarde vriendelijker maken of beter maken. En mm-hmm, jij hebt die persoon dan zeg maar als ripple effect mogen helpen. Geweldig. Ja. En daar wil ik bij instaan en zeggen van, oh vet, het is gewoon vet om daarbij deel te maken. En te zeggen, hé, daar was ik ook onderdeel van. Nou, ja. Daar zat ik dan sinds, ik weet niet, dag 1, volgens mij podcast 7 of zo. Ja, behoorlijk vroeg. Ja, mooi. Cool. Je zei dat het interessant. Ik heb een boel inspiratie gehaald uit podcasts in brede zin. Dus andere podcasts, behalve Eindbazen. Nou, dat is voor ons ook onmiskenbaar begonnen. Misschien wel een leuke vraag om mee af te ronden. Welke podcast, die is ook voor jou Richard, mm-hmm, zou je mensen aanbevelen naast Eindbazen? Van, ga daar eens heen, want daar heb ik echt redding gevonden. Ik durf er niet één. Zeg maar, diegene die voor mij echt hyperdrive heeft gedaan is I Love Marketing van Joe Polish. Oké. Okay. En hij heeft daar een spin-off gedaan met Dan Sullivan. En Dan Sullivan is echt de aller fucking vetste gozer in de wereld. Die traint al zeg maar 40 jaar lang de Richard Branson ondernemers. Mm-hmm. En je weet ook gewoon, hij heeft gewoon een track record van allemaal mensen die hij heeft gesproken. De Moonshot, zeg maar. Heel veel mensen kennen Peter Diamandis van zijn Moonshot idee. Dus dit is de gast achter SpaceX. Ja. Yeah. En hij, de Moonshot is begonnen door Dan Sullivan. Oké. Okay. Dan Sullivan heeft hem uitgeleerd, ga nadenken over je 25-jarige plan. En die gast heeft een podcast, 10X. Ja, dat is Joe Polish en Dan Sullivan. Ja, weet je, dat is een gast met 40 jaar lang dag in dag uit trainen van ondernemers op echt topniveau, ja. Alright, ik ken hem nog niet, ik ga hem luisteren. Die komt inzichten bij je brengen en denkt, wow. Nice, nice. Wat is de laatste mindblower die je daar hebt weggehaald? Je stelt een vraag aan iemand die waarschijnlijk 12 uur podcast per week had. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is breed. Oké, check. Voor mij was het de Sam Harris, zeg maar, de call-out. Dat die gewoon bij mijn eindbaas miste. Oké, check. Richard, welke zijn we met samenvelen? Ja, op dit moment, ik moet zeggen, ik ben op een media dieet. Dus ik ben echt heel weinig aan het luisteren. De afgelopen maanden heb ik weinig geluisterd. Maar wat luister je daarvoor veel? Joe Rogan, Tim Ferriss. Joe Rogan, Tim Marcus. Ja. Maar als ik dan een favoriet, Tim Ferriss. Tim Ferriss. Die echt wel... Hij wordt niet voor niks de Oprah Winfrey genoemd voor het podcast. En die gast heeft hij ook echt wel. Gesprekken met Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner bijvoorbeeld. Hè, die, ja. Super bizar. Daar hoor je niks meer van. Tenminste, ik niet meer in ieder geval. Maar ja, dat zijn toffe, bijzondere gesprekken. Hmm. Oké, okay, cool. Voor jezelf? Mooi. Chocko Willink. Dat verslind ik de laatste tijd echt als een malle. Okay. Ik weet niet, zit iets in die militaire mindset die mij erg aanspreekt. En wat ik fijn vind aan Jocko is dat hij me een schuldgevoel kan geven. Dus als ik naar Jocko Willink luister zonder dat ik getraind heb, dan luister ik er niet lekker naar. Dus dan ga ik al eerst even trainen en dan zit ik veel ontspannender naar die podcast luisteren. Omdat ik weet dat allemaal Jocko er iets van zou vinden als ik niet had getraind. Nee. Waar kunnen mensen jou vinden, jongen? OnePunchMarketing.nl. En ja, aan de achterkant van alle andere apparatuur die er niet gemakst uit is. Oké. Alright, nice. Thanks. Dankjewel, jongen. Gaan we door naar de volgende. Wie wil? On to the next one. Het is een beetje chaos. Ja. We zitten hier dus voor de mensen die het inmiddels doorhebben met onze hele crew. We zitten hier voor een publiekje deze podcast op te nemen.
En ze krijgen allemaal even een beurt. Nu zitten we met onze Patrick. En ik vond het wel grappig toen... jongens... Met schokken. Dan komen we gelijk op het onderwerp. Want jij stuurde een video als sollicitatie. Jongens, ik kan echt niet... je weet nog een beetje nog hoe dat ik reageerde op jou dat jij die video stuurde? Daar word ik echt blij van. Dat ja, ja. Gewoon, je hebt iets nodig. Een werknemer of wat dan ook. En iemand reageert gewoon met een spontane video. Weet je wel, goed ingevuld. Dacht echt, oh. En dan kunnen de andere 10 sollicitaties die binnenkomen... en die krijg ik niet eens meer. Nee. Bewijzen van. Dus voor iedereen die een goede indruk wil maken... de video is the way. En toen hoorde ik jou daarin kletsen over... je bent leraar en jij laat jouw leerlingen... laat je ze eindbazen kijken of geef je ze gewoon het gedachtegoed mee wat je daarin hoort? Bij sommige leerlingen laat ik ze echt wel afleveringen kijken. Ook gewoon luisteren. Hmm. Of even als kleine aanvulling. Ik ben geen leraar. Ik was trajectcoach. Dat betekent ik werk achter de schermen bij een mbo-instelling in Helmond. En daar heb ik gesprekken met jongeren die vastlopen. Waarop op een of andere manier dat zeg maar stront aan de knikker is. Dat het even niet zo vlot met de loopbaan. En dan kom ik in beeld. Inmiddels zit ik in een andere rol binnen dat mbo. En ben ik loopbaanadviseur. En help ik jongeren... Je kan er gewoon uit halen zonder dat je link beweegt. Kom goed, jongen. Nu hoop je allemaal heel voorzichtig te doen. Sorry. Bye. Later, jongen. Later. You. En momenteel werk ik dus als loopbaanadviseur. En help ik jongeren met vorm te geven aan hun loopbaan, studiekeuze. Ja. En vooral eigenlijk die stip op de horizon te zetten waar ze naartoe gaan. En over die sollicitatie, er waren gewoon heel veel interessante dingen die ik dan die ik hoorde en zag. Ik dacht, dit moeten de jongeren van nu, die moeten dit horen. Mm. Wat voor dingen waren dat dan? Hoe oud zijn deze kids, by the way? Zijn het kids of zijn het gewoon jongvolwassenen? Ja, tussen de 16 en 20. Dat is eigenlijk wel de hoofdmoot. Cool. En wat voor boodschappen liet je ze met name? Wat waren snippets waarvan je dacht en gasten waarvan je dacht... oh, gasten, dit moeten jullie echt tussen de oren krijgen. En waarom? Een paar die ik echt wel ze heb laten zien. Ik heb Mark Siegenbeek. Ja? Dat ging over quarterlife crisis. Maar er zat echt ook over dilemma's. En ook wat je van huis uit meekrijgt. En hoe dat je nog kan beperken. En ook een aantal van Defensie. Dus ik vond Dick Berlijn heel sterk. Ja. Ik vond kolonel Swille. McMutry. Ga ervoor. Stip zetten. Weet je wel. En doe het werk. Ja. En wat ik nu zie. Bijvoorbeeld. Is dat er voor jongeren. Is er een soort van wereld, ook met de opkomst van de rap scene in Nederland. Mm-hmm. Snel stacks bouwen en geld maken. Dat jongeren dat echt gewoon als een serieuze optie zien. Ja. Weet je wel, je wil ergens naartoe. Kan je die lamp iets naar achteren trekken? Je wil ergens naartoe, maar blijkbaar is er ook een shortcut. Ja. Ja. En, nee, is dat zo? Want ik ben zelf ook wel een fan van rapmuziek. Ik weet over de thema's die ze rappen. Ik bedoel, inderdaad, money, bitches, drugs verkopen, weet je wel, stacks. Ja, ik ken het dan wel. Maar ik had eigenlijk het idee dat dat toch altijd wel met een korreltje zout wordt genomen. Want als ik naar die muziek luister, dan luister ik daarna, zoals ik naar een actieserie op tv kijk, met Suspension of Disbelief. Zo van, ik weet wat je zegt, maar dit nemen we even met een korrel zout. Ja. Komt dus iets ongefilterder binnen bij de jeugd, merk ik. Ja, zeker. Maar vroeger speelde je ook de E-team na op het schoolplein. Ja. Dat doe je nu ook niet meer. En, toen ik 5 was, niet toen ik 16 tot 20. Nee, maar op het de middelbare schoolleeftijd, ja, dat is inderdaad anders. Maar toen vond ik dat ook nog steeds wel leuk. Ik was echt wel beïnvloedbaar, hoor, dat soort. Kijk, en uiteindelijk als mensen thuis geen rolmodel hebben, omdat ze ouders hebben die daar in tekort schieten of wat dan ook, dan gaan ze dus op zoek naar iets. Mm-hmm. En ik heb er onlangs een hele mooie podcast gezien met dokter Gabor Mate of zo. Ja. Ze zijn heel erg goed in kindtrauma's en zo. En die beschreef heel erg dat als de ouders niet een leidende rol hebben, een sturende factor, dan gaan ze op zoek naar peers. Dus dat zijn mensen waar ze geen
emotionele band mee hebben. Maar eerder een fysieke door ze heel vaak te zien. Of dat kan bijvoorbeeld een leraar zijn. Of de gang op de hoek waar mensen veel mee rondhangen. Maar dan is dan de trainer waar ze dan de verbinding mee, ja, mee proberen te krijgen. Ja. Tot aanvulling. En wat je eigenlijk zegt is de boodschap die ze eruit halen is instant gratification. Dus je kan een centje verdienen als je de oneigenlijke route zoals drugs verkopen en dat soort dingen zou willen overwegen. Ja. Oh, interesting. En als tegenwicht... Maar een kleine groep, hè? Ja, nee, dat snap ik. Dit is niet helemaal doorsnee, maar je probeert toch een beetje tegengewicht te leveren door ze mee te laten luisteren met mensen als bijvoorbeeld Students of Motree en dat soort dingen. Ja, ja. Oh, interessant. Dus hoe kunnen we ze inspireren? En wat grappig is, als ik even gewoon terugga naar waar voor ons overeenkomsten liggen. En dat zullen de mensen weten die mij van kleins af aan kennen. Ik kom uit een leger gezin. Mm-hmm. Van kleins af aan altijd bij het Korps Mariniers gewild. Vader zat bij het korps. Later luchtmacht. Ik heb in Amerika gewoond, in Nederland, in Duitsland. Ik ben ook in de militaire omgeving opgegroeid. Het was Defensie eigenlijk was mijn stip op de horizon al bepaald. Mm-hmm. En dat wilde ik. En ergens kwam er dan toch zeg maar een moment dat ik dacht van ja, is dit echt wat ik wil? En ben ik daar van afgeweken? En daarom is het zo mooi om door eindbazen het eigenlijk te herbeleven. Hè? Van dat was misschien wel hetgeen, dat was misschien wel mijn loopbaanpad. Maar om nu dus ook onze jongeren... eigenlijk opties te geven. Van hoe kijk je nou naar de toekomst? En waar wil je nou over 15 jaar staan? Ja. En de jongeren vragen mij wel eens van... Ja, Patrick, en wat moet ik nou kiezen? En dan kom ik weer terug van... Ja, dat hangt af van waar je naartoe wil. Ja, maar ik weet niet wat ik wil. Ja, maar dat maakt ook niet uit wat je kiest. Mm-hmm. Toch? Dus... Nou, het gaat over rolmodellen, het gaat over richting geven, het gaat erover zijn voor de jongeren. En wat kan ik nou uit al deze podcasts halen en wat we hier bij Eindbazen doen en bij andere dingen om dat naar het onderwijs te brengen. Ja, om dat onderwijs ook sterker te maken. Ja. Ja. En wat is de hoop precies die je hebt dat ze eruit halen? Anders als bijvoorbeeld je moet hard werken om ergens te komen of het is belangrijk om een richting te hebben. Wat zijn... Echt typisch van die dingen, ja, dit is waarom. Want ja, je verwacht dat het de zomer is, waar ik net even over had. Ja. Of als je niet weet wat je gaat doen, dan maakt niet uit, dan kun je net zo goed iets gaan doen als je maar wat doet. Ja. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan je hoopt dat ze eruit pikken? Dat het niet zo mogelijk is, maar dat je wel de stap moet zetten. Ja. En dat was de videosollicitatie, hè? De oproep kwam. Nou, daar heb ik echt gewoon de hele week wel... Ben ik daar in mijn hoofd mee bezig geweest van... Hey, ik wil bij die club horen. Hoe ga ik dat doen? Ga ik een brief maken? Ik dacht, nee, timeline editor. Dan moet je gewoon... Maak maar een video en edit hem maar. Weet je wel? Laat maar zien. Zo'n brief met allemaal van die geknipte letters was ook mooi geweest. Ja, als ik er niet bij mag horen, dan zoek ik jou. In de vorm van een sollicitatiebrief. Ja, super creepy. Ja, ja. Ja, this guy got too much time. Uitgeknipte foto's van jou. Wat doe je dan in het dagelijks leven? Mensen ontvoeren. Stukken vuilnis die je uit je vuilnis gehaald heeft, weet je wel. Ja, ja. Nee, maar ja, alles is mogelijk. En ja, doe het werk. Mm-hmm. Weet je wel. En je moet er wel gewoon iets voor doen. Ja. En, ik geloof ook wel dat misschien binnen het onderwijs, dat niet altijd, dus niet altijd voor iedereen de juiste route om ergens te komen. We leiden heel erg op voor beroepen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook waar beroepsonderwijs voor staat. En als ik al een bijdrage kan leveren, is het hoe krijgen we onze studenten ondernemender? Ja. Gewoon ondernemend in de loopbaan. Om ze daarmee ook gewoon tools en vaardigheden in handen te geven. Om ook buiten een baan gewoon
een plek in de wereld. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat je dat meegeeft aan de volgende generatie. Want het is niet waarschijnlijk dat je uiteindelijk wordt en blijft waarvoor je opgeleid bent. Dus als jij verwacht dat je de komende 20 jaar precies weet wat er gebeuren gaat, heb ik nieuws voor je. Dus je kan maar beter zorgen dat je de skills hebt om snel met wat veranderende situaties om te gaan. En dat te vertalen naar actie, zodat je niet vastgroeit, blijft zitten ergens of in een context blijft waar je niet op je plek zit. Meest demotiverend, als het gaat om het stukje van jij met je defensieloopbaan, dat het... op een gegeven moment gedemotiveerd is. Bij mij is dat ook geweest. Ik weet nog precies door welke vraag dat kwam. Dat kwam door meneer Ermes. Hij vroeg aan mij, zou je dit de rest van je leven willen blijven doen? Toen ik trots vertelde dat ik bij de commando's wilde. Toen had ik zoiets van, dat ik kan ook niet, weet je wel. En toen begon dat een beetje zo te rollen, dat balletje. Maar wat een demotiverende vraag. Ja. Ja. Dat jij voor de rest van je fucking leven leraar blijft. Ja. Alsof dat zaligmakend is. Ja, maar goed, het was zijn ding van zo zal dat waarschijnlijk, zo hoort het of wat dan ook. Ik liep daarmee weg als 16, 15 jaar. Ja, maar als jij nu, maar stel jij bent meneer Ervis en er komt een kleine wiggert bij jou en die zegt, hey, ik wil commando's worden. Wat zou jij nu tegen hem doen? Dan zou ik zeggen dat je nu moet doen wat je leuk lijkt. Precies. Ja. Want als jij commando bent geweest, dan gaat dat later echt wel andere deuren voor je openen. Ja, volgens mij, we praten over 20 jaar terug, hè. Mm-hmm. Ik weet niet of dat echt zo'n groot... Ik denk dat het een heel groot tijdsverschil is. En toen zat ik met iemand te praten die bijna met pensioen ging. Snap je? Precies. Gewoon, als je dat eventjes in die perceptie... Als je er helder naar kijkt op die manier... Dan zit je eigenlijk met iemand die in een heel oud denkpatroon zit. En, is dat zo? Is dat oud? Herken je, zeg maar, zijn er nog meneer Ervis, zeg maar, waar jij nu werkt? Kom je ze nog tegen in het wild? Die op deze manier denken, zoals je het net omschrijft? Ze zijn nog zeker in het onderwijs aanwezig. Ja, dus je krijgt nog mee te maken. Niet bij de instelling waar ik nu werk. Maar iemand kan ook praten vanuit zijn eigen angst, hè? Ik bedoel, ik denk ook vroeger als je opgeleid bent als leraar, dan wordt het best wel lastig om iets anders te doen. Ik bedoel, sterk nog, ik heb een vriend van mij die is product manager, die wil eigenlijk iets anders doen. Je moet echt met moeite, je krijgt iedere keer te horen of andere sollicitatiegesprekken. Je bent altijd product manager geweest. Dude, je hebt gewoon marketing gedaan. Klaar, weet je wel. Kan er veel breder trekken. Maar op sollicitatiepapieren plus 100 verschillende andere sollicitaties wordt daar gewoon naar gekeken. Ja, maar tegelijkertijd, je bent echt niet je opleiding. Want als ik mezelf even als voorbeeld mag nemen, heb je ook commercieel econoom geschoold. Ja. Ik ben alles behalve marketing manager geweest. Ja. Van vormgever tot tester tot dat is super onzin. Ja. Dus eigenlijk, dat geloof ik echt, dat je tegenwoordig met je opleiding met name laat zien dat je een bepaalde werketels hebt en een bepaald abstractieniveau. Je kan een HBO-opleiding afronden, succesvol. Nou, dan moet je wel bepaalde eigenschappen hebben als het gaat om kennis vasthouden, dingen tot je nemen en snappen. Ja. En dat kun je inzetten in wat je daarna ook maar doet. Tenminste, zo zie ik het. Maar misschien ga ik dan te kort door de bocht. Ja, ik weet niet. Ik zou het wel leuk vinden om nu gewoon met de jongeren een beetje erover te kletsen. Laten we niet vergeten, want ik moest er net aan denken. Vroeg me af van weet je wat John Guns is? Nee. Nee, dat is denk ik voor jouw tijd. Ik heb het ongeveer een uur geleden heb ik het voor het eerst gehoord. Voorbij horen. Ja, precies. Wat we namelijk ooit eens gedaan hebben, Wigert en ik, is zeggen, we willen ook iets gaan doen voor de moderne student. Want we merken dat er veel studenten aan ons luisteren. We geven ook lezingen voor studenten. En dan komen we erachter. Die komen toch ook wel lopen tegen dezelfde dingen aan als de professionals tegenaan lopen. Nou, wij hebben ooit 12 waves vanuit deze podcast gelanceerd. En we hebben wat gezegd, voor studenten is dat gratis. Het is eigenlijk een online protocol. Betaal je wat voor. Maar als je als student zijnde, dus je luistert naar, je bent student, ga eens naar 12waves.nl. Meld je aan, laat je studentenkaart zien. En je krijgt gewoon gratis persoonlijke effectiviteits- en leiderschapstraining van ons. 42 masterclasses. En jij vanuit je rol kunt dat gewoon inzetten binnen wat je doet. Dus dat is wel super interessant om eens te bekijken. Want al jouw studentjes mogen van mij gewoon een licentie op dat ding. En dan kunnen ze al die trainingen, wat eigenlijk gewoon de destillaat is van alles wat we ooit hier uit de podcast hebben gehaald, als het gaat om leiderschap, kunnen gewoon inzetten. Ja. Gaan we doen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nou, ja, weet je nog dat we het toen, wanneer hebben we dat toen gelanceerd? Op de hand volgens mij voor de eerste keer. Mm-hmm. Ja. 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 Nou, dat is wel echt een vraagstuk waar ik mee zit. Van hoe kan ik die kennis, die ik nu als persoon aan het opdoen ben, hoe kunnen we dat nou vertalen naar de volgende generatie? Mm. En ik zit dan dicht op het onderwijs. Dus ik denk van hoe kunnen we het naar het onderwijs brengen? Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit buiten het onderwijs om, maar wel binnen deze doelgroep. Ik zag onlangs een mooie uitleg over wat iemand in zich moet hebben om om mensen tot verandering te brengen. En het eerste ding is dat je mensen anders leert denken. Mm. En dat anders leren denken, dat gaat dan inderdaad over... Je denkt op een bepaalde manier, daarom is je wereld maar heel erg beperkt. Of dan denk je in een bepaalde stroming. Of je nou kijkt naar Michael Pilarczyk of Tony Robbins... of elke gedachtegoedleider, die attendeert je daarop.
Dat is echt een hele belangrijke. Wie heeft jou het laatst ergens echt anders over laten leren denken? Brandon Burchard. Oké, okay. Ja. Wat leerde je? Wat was de shift? Het is zoveel dingen, man. Okay. Ik heb echt 4 dagen lang... ik heb echt een boekwerk geschreven. Dat noem ik mijn million dollar boek. Als ik daar de helft van uitvoer wat hij zegt, dan komt het goed. Mooi, ik hoop het. Maar dat vond ik wel een hele sterke. Een ander ding is dat mensen je uitdagen. Dus in de zin van, je moet geprikkeld worden. Yeah. Het moet eigenlijk jouw waardes en jouw geloofsovertuigingen... Nou, die moeten eigenlijk een beetje aangesneden worden. Zodat je er een soort van interne dialoog mee aangaat. Want niet alle waarheden, niet alles wat jij zegt op een podium hoeft waarheid te zijn voor iemand, maar mag wel iemand eventjes prikkelen. Betekent dat dan, als je iemand wil zijn die mensen tot verandering aanzet, dat je jezelf ook eigenlijk een klein beetje buiten de gevestigde normen moet zetten, om ze aan het prikkelen te krijgen? Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, jullie zitten allemaal hier en jullie weten allemaal niet hoe je om moet gaan met geld. We gaan er bij heel veel mensen gaan er dingen aan van... Maar het is maar eventjes om een... Leren begint met verwarring. Ja, nee, door iemand in verwarring te brengen, dan... daar hou ik wel van. Ja. Het moet ook niet te erg zijn. Maar en zeker bij jongeren moet je daar denk ik ook mee oppassen. Want die zijn daar wel gevoelig voor ook. Ook op verkeerde manier. Dat ze daar nog meer verward van kunnen raken. Ja. Ja. Zijn er nog meer eigenschappen van iemand die verandering teweeg brengt? Dat waren er 2. Dan ben ik de 3e ben ik kwijt. Ik ben het even kwijt. Nou, Margaret, heb ik nog wel een vraag voor jou, want je triggerde mij net even. Je zei, we hebben nog wel een weg te gaan in bijvoorbeeld te kijken hoe we de nieuwe generatie die kennis kunnen overdragen. We hebben het klassieke onderwijsmodel gewend. Colleges, werkgroepjes, dat soort dingen. Toen je dat zei, wat bedoelde je? Waar zie je momenteel dat het eigenlijk niet meer zo aansluit? We hebben binnen de onderwijssetting... even ongenuanceerd, misschien nog te veel dat we klassikaal onderwijs verzorgen. Mm. En wat Wigert net ook aanhaalde, we leren heel veel van peers. En ik denk dat we ook gewoon samen met elkaar kennis kunnen construeren. Dus bijvoorbeeld een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, en misschien raakt dat wel aan Young Guns, is met studentenpanels binnen het onderwijs gaan werken aan uitdagingen van het onderwijs. Dus de directie zit met een vraagstuk. Mm-hmm. En daar gaan we dus de studenten bij betrekken. Slim. Om op het gebied van bedrijfsvoering, om daar oplossingen voor te bedenken. Mm-hmm. Omdat ik denk van de problemen die we nu kennen, gewoon binnen de maatschappij, binnen het onderwijs, binnen de samenleving. Die kun je niet meer oplossen met 1 expert, met 1 deskundigheid. Daar hebben we elkaar voor nodig. Hmm. Dus Shark Tanks, Hot Seats, studentenpanels. Gewoon met elkaar dingen doen. En dan zetten we onze leerlingen ook veel meer in hun kracht. Ja. Om mee te beslissen, mee te denken. En dit kunnen we ook gewoon buiten die klassen organiseren. Ja, ik denk dat als je ze dat leert, dan geven ze echt een paar instrumenten voor de toekomst. Want als je kijkt naar een gemiddelde organisatie waar je werkt, wat ben je aan het doen? In een overleg een multidisciplinair probleem aan het oplossen. Ja. Bijvoorbeeld in IT-land, dan moet je iets maken. En dan heb je een analist bij, dan heb je een software developer bij. Je hebt er iemand bij van sales, je hebt een product owner. En die hebben allemaal hun specialismes om die ene noot te kraken. En dat vergt interactie met elkaar. Ja. En daar zie je mensen die van de opleiding afkomen en het werkende leven ingaan. Dan zie je ze in die dynamiek, zie je ze eerst het meest struggelen. Ja. Dus als je ze dat al van tevoren laat doen en ze kennen die werkvormen, ze komen dan in het bedrijfsleven. Ja, ik denk dat dat heel veel effect heeft. Ja, 100%. Ja, dat is het. Mijn uitdaging en energie zit daarin. Mooi. Find the others en verbinden. Ja. En je gaat ook een beetje nu hetzelfde. Even zonder. trouwens, van het hoor. We gaan nu een tatoeage zetten voor jou. Maar we hebben net hier een strategie sessie gehad over eindbazen. En dat stukje verbinding met anderen. We hebben jou verantwoordelijk gemaakt voor een stukje community management hier. Om daar een plannetje voor te maken. Hebben we al heel veel ideeën voor. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar de komende tijd uit gaat komen. Ja. En, want er zitten best wel veel mensen aan ons te luisteren. Maar inderdaad, een stukje verbinding. En dat is online beperkt. En op een evenement zie je dat wel. Mm-hmm. Ja. Maar dat kan nog wel veel meer. Dus daar kijk ik wel naar uit om daar meer mee te doen. Nou, ja, ik kijk er ook echt naar uit. Gewoon ook om kennis te maken, interactie te hebben met de andere luisteraars. Ja. Want we luisteren niet voor niets. En we zitten allemaal met onze eigen struggles.
En misschien kunnen we elkaar hierin vinden en versterken. Nou, dat was net ook mooi overigens ook om te zien. Ik zag een verandering in je gelaat op het moment dat het hierover ging. Je ziet, dat is echt voor iedereen die samenwerkt. Als je mensen aanziet gaat op iets, het echt eerste wat je doet, maak ze alsjeblieft verantwoordelijk voor, laat ze het doen. Die grijns die je nou opzet, die zegt alles. Dus ja, dat was mooi. Ja. Leuk. Dus. Nou, dan sluiten we jou eventjes af. Zijn er nog dingen waar mensen jou kunnen vinden of waar je mee wil connecten? Heb je websites, social media? Ja, op meerdere kanalen, maar vooral LinkedIn. Ja. En op het moment dat er mensen zijn, luisteraars, die nu luisteren en zeggen... ik ben ook bezig in het onderwijs met jongeren. Stuur me een berichtje en... We gaan elkaar gewoon opzoeken. Ik ga jou ook even koppelen aan David van Balen. Dat is de man die Jongguns in Nederland aan het uitrollen is. Om te kijken of jij daarmee kan helpen. Ja, dus, tof. Oké, cool. Gaan we doen. Leuk, cool, man. Dankjewel. Nice. Who is next? Luke. Lucky Luke. Bang, bang. Hey, Luke, helemaal tof dat je er bent. Ja. Wij zijn elkaar tegengekomen op een workshop van mij. Ja. Daar kwam jij, mocht je in de naam van iemand anders mocht je komen. Ja, klopt. En dat was een waanzinnige overlevende moderne jungle workshop. Ja. Had je meegedaan en daarna heb je gewoon contact gezocht van wil meer met jullie doen. Ja. En zo ben je eigenlijk in de social media rol gekomen bij Eindbazen. Ja. Dus je bent nu iedereen aan het spammen op Instagram en Facebook. Ja. En buiten dat waar we ontzettend blij mee zijn, want we zijn een nieuwe strategie aan het uitrollen, dat gaat goed. De strategie die we net hebben besproken uit Amerika, onder andere. En, maar goed, je bent zelf eigenlijk ook wel bezig met een hele hoop dingen op dit gebied. Ja. Dus ik zou zeggen, waar ben je op dit moment mee bezig? Poeh. Ja, met heel veel dingen eigenlijk. En ik denk dat op dit moment is echt richting geven aan mijn leven. En, die leiderschap nemen. Dus aan de hand van die ayahuasca-ervaringen die ik heb gehad. En... ja, een levensstijl creëren waarbij ik niet voor een baas hoef te werken. Zozeer, dat je gewoon zzp'er overal ter wereld. Ja. Dat je het kan. En gewoon, ja, weet je, ik hoef geen miljonair te worden. Het zou wel leuk zijn, maar... Om miljonair te worden moet je dingen doen die je miljonair doet. Wat zeg je nou? Om miljonair te worden moet je ook dingen doen die je miljonair doet. Ja, ja. En dat zijn 90 uur werkweken, ja, geen weekenden, hoezo vakanties, weet je wel. Ja, ik ben niet vies van werken, maar het wil leuk blijven. Het moet balans zijn. Ja, het moet balans zijn. En kijk, het klinkt als een cliché, maar je leeft maar één keer. Het leven is kort, dus doe ik echt vooral wat je leuk vindt en niet dat je daar pas op je 80ste van kan genieten. Mm. En daar ben ik dus echt nu invulling aan te geven. En het gaat de goede kant op. En hoe gaat dat eruit zien? Nou, bij jouw workshop had ik als doel gezet over 3 jaar. Gewoon dat ik mezelf zie in een tropisch oord. Met een leuke dame aan mijn zijde die de moeder van mijn kind wordt. En dat ik gewoon kan werken van waar ik wil en leven waar ik wil. Mm-hmm. Dus zo gaat het er in ieder geval uit. Ja, en inspireren ook. Maar hetgeen waar je mee bezig bent, wat wil je uiteindelijk als werk gaan doen? Waarmee ben je gepassioneerd? Ja, nou ja, dat is nu in de brainstorm, dat zit nu in de fase. Ik wil samen met een maatje van me, willen wij een accountability traject gaan starten. Jonge mannen, nou ja, eigenlijk iedereen kan het wel, maar jonge mannen coachen om meer structuur in hun leven te krijgen. Want we leven in een overprikkelde maatschappij, veel afleiding. Mensen worden eigenlijk steeds ongelukkiger, weten niet wat ze willen. En... ja, sinds afgelopen jaar groot fan geworden van Jordan Peterson bijvoorbeeld. En... wie is dat? Grappig, sorry. Ga door. Ja. Die heb jij geïnterviewd. Ja. Ja. Toevallig. Nee. Nou, maar die... ja, weet je, daar wordt gewoon heel erg duidelijk dat je doe iets, vind iets, vind een basis om in ieder geval jezelf uit die sores te halen. Ik kijk niet dat ik zelf in die sores zat, maar het is wel een goede basis om te hebben. Want je kan wel streven naar het worden van een miljonair of een publieke figuur, want we zien het wel allemaal om ons heen. Weet je, die heeft een topleven. Op social media zie je alleen maar mooie verhalen. Ja, daar kom je nooit op het moment dat je je basis gewoon niet goed hebt. En dat is, weet je, maak eerst je bed maar op. Ruim je kamer op. Heb een baan. Ook al is het niet mega veel geld, maar je hebt in ieder geval je basis. En dan ben je een stuk trotser op dan als je, ja, goed,
eigenlijk op de bank zit chips te eten. Ja. Heb je het gevoel dat dat een toenemende trend is? Ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Nou ja, goed, weet je, met die maat waar ik het net over had. We zitten ook te denken aan een podcast. Gewoon doen. Ja, het beste wat je ooit zeker, gebeurd is. Dus, zeker, doe gewoon het. Doen. En, ja. We willen het goede gasten noemen. En, de eerste die zit al te wachten eigenlijk om geïnterviewd te worden. Wie gaat dat worden? Mag je het wel vertellen? Ja, Michiel Smit. Oké. Okay. Hij heeft het boek Game Boy geschreven. En dat gaat eigenlijk over videogameverslaving onder jonge jongens. Ja. En toevallig is mijn maat Floris, die is ook Engels docent op de middelbare school. Mm-hmm. En dat doet hij nu iets van 10 of 12 jaar. En die zegt ook, het is verschrikkelijk. Er zitten jongens nu voor de tweede keer in de klas om eindexamen te doen. En die rapportcijfers zijn net zo slecht. Die gaan het gewoon weer niet halen. Ja, omdat ze op heel de dag op Fortnite of zoiets zitten. Ik ben echt zo blij dat die online gaming en het internet na mijn studentenperiode pas echt de vlucht nam die het nam. Want dat zou ook echt een probleem voor mij hebben kunnen zijn, hoor. Zeker. Ik zal je vertellen. Kijk, mijn maat en ik, we zijn van 83. En ik kreeg al mijn zesde zo'n Nintendo, zo'n 8-bit. En en ik was niet weg te slaan achter dat ding. Tukkend is ook awesome. Wat zeg je? Tukkend was ook awesome, ja. Ja, zeker weten, zeker weten. En daar ging het van Super Nintendo en noem maar op. En ja, weet je, als ik erop terugkijk, dan denk ik van, jeetje, wat een tijd heb ik verkwanseld aan videogamen. Is dat zo? Is het echt verkwanseld? Ja. Kijk, tuurlijk, je leert er wel Engels van. En er zijn ook andere... Als je toen met aandelenfondsen bezig was geweest. Ja, oké. Okay. Maar ja, luister. Nee, maar ja. Dat is dan echt iets als je er wat mee gaat doen. Uh-huh. Kijk, ik heb recentelijk een boek gelezen, The Boy Crisis, van Warren Farrell. Echt een aanrader. Uh-huh. Die zegt bijvoorbeeld in dat boek van, ja, weet je wel, van videogaming. gaat je reflexsnelheid omhoog. Dus er zijn positieve dingen aan. Maar die kan je ook met sport bereiken. Ja. En dan leer je ook die teamwork en die bonding. Dus ga daar dan voor. Dus weet je, gaming heeft misschien een voordeel, maar weet je, ga gewoon hockey of voetbal. Dus doe daar iets. Het zijn ook spelletjes, alleen geen digitale spelletjes. Enerzijds zit er ook wel een beetje een illusie aan. Ik ben er laatst achter gekomen dat ze met onderzoeken naar jager-verzamelaar achtergronden. En ook landen waar ze nu zo leven, inclusief Indianenstammen en mensen waar ze gewoon wat meer natuurafhankelijk zijn. Is dat het gemiddelde werk voor de dag in 3-4 uur al gedaan is. Eten halen, verzorgen, dingen. Oh ja, ja, dat wist ik niet. Ja. En daarna, wat doen mensen dan? Dan hebben ze gewoon heel veel tijd om met elkaar te hangen. Muziek te maken. Er zit wel een veel socialer aspect in. Mm-hmm. Maar verplaats dat gewoon naar hiertoe. Is dat wij wel bezig worden gehouden op school natuurlijk. En daarna heb je natuurlijk gewoon je vrije tijd. Ik was al blij als ik achter mijn computer kon. Tuurlijk. Ja. Die had ik helemaal geen zin om nog een keer te sporten en te doen. En, ja. Ja, je ziet toch ook wel dat het een grote ontsnapping is geworden voor veel jongeren. Ja. Ja, ik denk dat op het moment dat je het gebruikt om je te verstoppen of niet te hoeven denken aan de verantwoordelijkheden die je niet aan het nakomen bent, dan is het echt een probleem voor je geworden. Ja. Aan de andere kant geloof ik ook echt in het belang, want wij hebben het ook altijd over de beste versie van jezelf, hoe die leeft, je mooiste leven. Hey, vergeet niet te spelen, man. Want het is ook gewoon heel erg leuk om computerspelletjes te spelen. Het is een vorm van vermaak. En ik doe dat afgelopen weekend. Huren wij een tafeltennisvereniging, Olst. Gaan we met 8-9 mannen, gaan we daar gewoon een heel weekend zitten gamen tegen elkaar. Bon? Ja. Dat is leuk. Ja. Het is gewoon lol. Het is een ontspanning. Dat is ook mooi. Ja, zeker. En kijk, het moet ook niet over uiterste gaan. Dus kijk, als jij gewoon in je leven wekelijks even een moment in kan plannen dat je dat gaat doen wat je wil. Kijk, noem maar op. Weet je, wat dan ook. Kijk, alles wordt op een gegeven moment destructief als je te veel doet. Of het nou een jointje roken is of een biertje drinken is. Maakt niet uit. Maar als je dat voor jezelf kan reguleren, dan is daar geen schade in. Ja, maar je ziet dat het is een hele fine line tussen wanneer wordt het te veel en wanneer wordt het te weinig. Je moet jezelf dat dingen gunnen, dat zeker. Je moet gewoon niet, dat hele mooie term die ik heb gehoord van, hoe heet die nou? Wat hadden we het nog over? The War of Art. Pressfield, precies. Die heeft een concept en dat heet de duistere speeltuin. En dat betekent buitenspelen zonder dat je huiswerk af is. Want dat voelt op een bepaalde manier. Ja. Zeg je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Als ik zeg maar ga gamen en ik heb nog verantwoordelijkheden die ik aan het verwaarlozen ben. Ja. Dan geniet ik er ook niet echt van. Weet je wel? En als ik mijn shit voor elkaar heb en dan is het, lekker. Het mag even, weet je. Ik heb het verdiend. Ja. Ik denk dat het die status moet hebben. Klopt. En dat is dus dat delayed gratification. Wat dus ook steeds meer mensen missen. Want, weet je,
voedsel bijvoorbeeld, gewoon eten, heb je bij de benzinepomp. Boom, dan heb je die Marsbar. Dan kom je thuis, boom, dan heb je je Netflix of je YouTube of je console, je gameconsole. En kiddo's die dus alleen thuis komen, ja, weet je, die doen dat gewoon. Die krijgen die discipline niet mee om juist dat te moeten doen wat eerst moet. Ja. En nu is het tegenwoordig zelfs zo, dat is ook wat die maat van me zei. Die heeft een jongen in zijn klas en die verdient goud geld met dropshippen. Dat ventje is 16. Ik zie daar de laatste tijd veel Instagram reclame op voorbij komen. Dat is helemaal het nieuwe ding, geloof ik, dropshippen. Ah, ja, die get rich quick schemes. Ja. Ja. Ja, het is geen get rich. Maar in principe is het gewoon de webshop die we hebben met een eigen opslag. Dus nu dat je gewoon bij Amazon, bol.com, spullen kan rechtstreeks laten droppen. Ja. Je hebt zelf geen magazijn meer nodig. Je kan spullen inkopen in China. Je verkoopt het via bol.com. Ja. Maar die doet dat dus fulltime? Ja, nee, die heeft daar toen met Oud en Nieuw, zo had hij vuurwerk verkocht, begreep ik. En die heeft er gewoon grof geld aan verdiend. Laat het, geen heel veel, maar laat het 10.000 euro zijn. Nou, een 16-jarige is dat veel geld. Ja. En die wilde gewoon naar huis om te gaan werken. En die zei van, ja, waarom zit ik hier? Weet je, ik verdien mijn geld. Dus ik vond het wel interessant met het gesprek over het onderwijs. Van, je wordt in die schoolbanken gepropt en je wordt een stramien ingeduwd. Heel veel mensen die hebben een potentie ergens anders en die willen ook graag iets anders. Ja. Kijk, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar zo'n Steve Jobs, die is ook gestopt met school. En die is toen echt gaan doen wat hij leuk vindt. Ja. En ja. Ik zie dat tegenwoordig ook wel veel meer in het... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de dingen die wij doen en hoe nu in de arbeidsmarkt, zeg maar, wij samenwerken. Wat je ziet is bij bedrijven zoals wij, we nemen geen personeel meer in dienst. Wat wij doen is, wij huren gewoon vaak jonge professionals voor een bepaald tarief. En die doen voor per uur doen ze iets voor je. En dat geeft zo ongelooflijk veel flexibiliteit ook in wat je kan worden. Snap je? Want ja, je kan wel softwareontwikkelaar worden. En dan ga je bij een groot bedrijf zitten en dan word je daar programmeur. Ja. Maar als jij waarde weet te leveren voor bedrijven. En je vindt het niet erg om zelf een beetje achter je klussen aan te gaan. Ja. Kun je echt een ongekende hoeveelheid vrijheid krijgen tegenwoordig. Als je bereid bent om bepaald werk te doen en bepaalde skills gewoon hebt. Ja, ja. Ja, en kijk, dat zie je dus nu met scholen, dat het is te traditioneel. Scholen die zoomen te weinig in op de huidige trends van middelbare. Hè, van wat gebeurt er qua social media marketing alleen al. Weet je, wat gebeurt daar? Weet je, Facebook, heel veel mensen zitten erop, maar het is een tool. Ja. En ook dat kinderen of ja, jongeren in internetmarketing duiken. Want het speelt zich daar allemaal af. En ja, dat gebeurt gewoon te weinig. Het is te klassiek. Ja. Ja. En als je kijkt, je zegt we begeleiden al jonge money mee. Waar begin je als je zo iemand op de rit wil zetten? Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. 50 uur verplicht Jordan Peterson kijken, weet ik wel. Ja, je bedoelt gewoon zo'n persoon. Van Pornhub naar Jordan Peterson. Ja, want dat is lastig. Hoe krijg je iemand uit die, kijk, want een tiener is lastig te sturen. Ik denk dat ik dat wel weet. Want als ik kijk naar waarom ik op een gegeven moment in beweging ben gekomen. Kijk, toen ik 17 was, 18 was, vond ik de wereld echt fucking intimiderend. Echt intimiderend. Ja, dat ik denk van, jezus man, hoe ga ik ooit op dat niveau meedraaien? Ik ben te dom, weet ik van wat. Je weet dan nog niet wat je waard bent. Ja. En de enige reden waarom ik dacht van, ik moet het gewoon gaan doen, is omdat ik wil meedoen in het spelletje. Want als ik geen goede opleiding heb ik geen goede baan, krijg ik nooit een leuke vriendin. Faal ik in de ogen van de maatschappij, zeg maar. En dat was voor mij echt een drijfveer om shit te gaan doen. Ja. Ja. Is dat niet meer zo? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de boodschap die je krijgt. En dat is goed. Maar waar het bij mij toe geresulteerd heeft, is dat dat ik echt een druk voelde om iets te doen. Ja. En ik wist, nou ja, ik wist totaal niet wat ik wilde. Maar is dat erg dan om een druk te voelen? Nou, vraag ik me dan wel eens af. Kijk, ik denk dat het erg wordt op het moment dat je de verkeerde keuzes maakt. Ja, kijk, okay. ik sloeg een weg in die was doodlopend. Ik heb de MER gestudeerd, Management Economie en Recht op het HBO. Wat wel een pittige studie is. Volgens mij heb jij die ook gedaan, toch? Vijf dagen. Van het Siels naar de Mer. Was een goede keuze. Ja, weet je, om uiteindelijk er niks mee te doen. Nee, ja. Ik ging erheen omdat mijn vriendin destijds zei dat dat een hele brede keuze was. Kun je alles mee worden? Alles mee doen. Ja, van als je niet weet wat je wil, dan moet je dat doen. Ja. Dat was het bij mij. Ja. Dus ja, weet je, uiteindelijk heeft het me stap van de straat gehouden en heeft het me echt wel goede... Kijk, dat dan weer wel. Weet je, dat leert je wel vaardigheden. Dat is het. Dat is het wel echt. Ja. Want weet je wat doe je iets en dan ga je weer terug naar
Pieter zijn verhaal. Van ja. Doe iets. Nou, ik zoom er even op in, omdat ik vaker mensen hoor zeggen. Ja, en ik heb dat ook wel eens een keer meegemaakt in een zak een coachingstreep toen bij de Rabobank. Er waren van die young professionals, zou ik onder mijn hoede nemen. En daar was de tendens, ja, we gaan het niet meer mis doen, want dan moeten we dingen. Weet je wel, die jonge professionals, die vinden het echt afschuwelijk om shit te moeten. Zo van, dan moet ik dit en dan voel ik druk en ja, dan voel ik ineens urgentie. Ik had de laatste lezing voor studenten. Toen zei ik, hey, luister, je hebt een beperkt zakje met minuutjes. Mm-hmm. En elke keer als jij zo'n minuutje uitgeeft, is één minder, hè? En dat zakje gaat ooit leeg. En zei hij, ja, ik ervaar nu wel echt een heleboel stress, nu je dat nu zegt, hoor. Dat genereert heel veel druk. Mooi, dan werkt het, weet je wel. Ja. Ga aan de bak. Go get some shit. Ja, en nee, kijk, die druk die mag ook zeker gevoeld worden als het maar niet leidt tot een bepaald soort faalangst, dat mensen echt compleet blokkeren. Ja, ja. En dat is misschien wel iets, dat vergeten wij misschien wel, omdat wij een beetje van die hoede daarvoor zijn. De vergelijkingsdruk is nu wel heel erg hoog, denk ik. Ja. Want als jij niet vet foto's op Insta kan zetten, dan doe je niet mee. Ja. En dan faal je eigenlijk wel in je eigen ogen. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja, en er is echt, ja, weet je, er is hier zoveel in te doen. Ook gewoon de... weet je, de hoeveelheid keus. Er is ook zo'n boek daarover. The Paradox of Choice of zo. Gewoon, er is zoveel keus dat mensen gewoon niet meer weten wat ze moeten kiezen. Ja. In een bepaalde mate van schaarste was gewoon goed, want je wist waar je aan toe was. Ja. 200 jaar geleden, goed, weet je, we zijn er echt onwijs op vooruit gegaan met het levensstandaard, noem maar op. Maar toen was het gewoon helder. Weet je, je ging gewoon in het bedrijf van je familie ging zitten. Ja. Smit, nou boem, daar werd je gewoon goed in. En daar deed je je ding in en daar kon je je passie in kwijt. En je zorg minder. Ja, toch grappig hè, dat we zo hard ons best hebben gedaan als maatschappij en beschaving om op een niveau van welvaart te komen, ja, waarbij het allemaal niet meer hoeft. Ja. En dan is het zover en dan zijn we nog niet gelukkig. Ja, ja, dat is super interessant, vind ik dat. Ja. En echt, nou ja, ook recentelijk ook die podcast van Minimalisme hebben jullie gekeken. En ja, dat is het echt. Weet je wel, gooi die tv de deur uit. Mm-hmm. Ga niet meer op nu.nl zitten. Of ja, misschien wel om een klein beetje op de hoogte te zijn. Maar ja, weet je, same shit, different story. Minimaliseer je leven en ga uitvinden wat je leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Ja. Dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Dat is heel belangrijk. En als je nou mensen die hier naar luisteren, denken, ja, want ik moet ook uit gaan vinden wat ik leuk vind om te doen. Nou, dan kun je voornemen om dat uit te gaan voeren. Maar heel veel mensen lopen dan ook op. Ja, maar hoe kom ik hier nou eigenlijk achter? Hoe kom ik erachter wat ik leuk vind om te doen? Wat zou jij zo iemand adviseren? Kijk, sowieso iets doen. Dus als je in een bepaald soort slachtofferrol zit. Mm-hmm. Ik weet niet wat ik moet doen. En dat je daardoor niks gaat doen. Nou, dat werkt zo niet. Wat bij mij was, ik ben gaan reizen. En toen heb ik een auto gekocht. Zo'n station wagon, achterbank plat. En ik ben achterin gaan slapen. Ik woon in mijn auto voor 10 maanden in Australië. En gewoon helemaal back to basic. En nou ja, weet je, dan ontdek je op een gegeven moment van... Ik vind reizen vind ik heel leuk. Maar ik ben ook een onwijs sociale dude. En mensen die raken geïnspireerd. En sommigen zeggen van, zou je eens wat mee moeten gaan doen. En ook dingen geprobeerd die ik nooit had geprobeerd. Je bent op zo'n cattle station werken. Zo'n koeienboerderij. Op een motor. Je bent gewoon cowboy geweest. Ja. 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 Sweet. Ja, super vet. Super vet. Ja, ja, ja. En gewoon, weet je wel, stront aan je kleren. En waarvan ik eerst dacht van, yo, dat ga ik nooit doen. Ja. Weet je, soms op je reis 3 dagen niet douchen. Voordat ik daar naartoe ging, kon ik geen schroef in de muur draaien. Nee. Op een gegeven moment werk ik voor een hovenier en dan leg ik fundering aan. Ja. Weet je. En... Dus en je eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt aan het eind van de dag. Exact, ja. Ook dat. Weet je, je waardeert dat ook gewoon veel meer. En ja, dus we zijn heel verwend en luxe opgevoed. Ja. En dat is onwijs mooi. Maar de dankbaarheid is weg bij de meesten. En haal dat maar eens allemaal weg. Weet je, ga maar eens reizen. Ga maar eens in een verkrekt hostel slapen met mensen. Ja. Minder. Ja, ja. En weet je, dan leer je in één keer van, yo, weet je, en dan heb je, weet je, ja, begrijp me niet verkeerd, maar dan heb je mensen die echt op tv in Nederland klagen over dingen. En dan denk ik van, joh, weet je, je hebt een dak boven je hoofd. Mm. Ga ze naar andere landen en ga ze leven net zoals zij leven. Mm. Nou goed, jij hebt waarschijnlijk zelf ook al gemerkt bij die Indianenstammen dat ze gelukkiger zijn dan hier over het algemeen. Of misschien is dat ook een stukje... Ik denk niet dat je het kan vergelijken.
Ik las onlangs een bijzonder artikel van iemand die dat dus in de gaten houdt. Dat er op een gegeven moment vaak krijgen Indianenstammen verdwijnen. Omdat ze denken, de overheid zegt, van, nou, hier hebben jullie ook wat auto's en een paar huizen. Ja. En dan op een gegeven moment gaan wij daar bouwen. En dan wordt dat een soort van, worden ze gecultiveerd als het ware. En dat ze dan inderdaad zeiden, ja, vroeger was het inderdaad fijner. En als ze dan vragen, zou je dan niet terug willen? Dan zeggen ze nee. Nee, en dat vond want riolering is best wel prettig. Ja, toch ook wel gemak en dingen. En ook weer, je went dus ergens heel erg snel aan. En, maar goed, ik zie wel, ik zie absoluut wat hier ongelukkig maakt. Ja. En dat is wel, en daar onder andere ook omdat ik het zelf wel eens ervaar. Ja. Wat is de grootste ongelukkigmaker op dit moment? Bij mij ook wel dat het nooit goed genoeg is. Er is altijd meer te halen. Heb je goed geleefd, joh? Ja, vertel mij het. Ik heb trouwens nog een discussie met mijn vriendin over gehad. En dan zit ik toch weer te kijken. En dan zeg ik, ja, ik heb die en die op YouTube gezien. Fuck, ik weet dat die dat doet, weet je wel. En dan, vind ik zo mooi. En dan zegt ze ook iedere keer, joh. Maar wat is nou hetgeen dat je zo inspireert in die mensen? En dan denk ik, ja, ze hebben gewoon, ze doen zulke mooie, grootste dingen. En dan ben ik me er dus toch mee aan het vergelijken. Ja, en wat doen ze wel wat jij niet doet? Ze doen eigenlijk hetzelfde, alleen ze hebben een nul achter het publiek staan. Dus waar wij 500 man tegen zijn, 5000. Gewoon, en waarschijnlijk als ik op dat niveau ben, dan... Dan is het dat weer, want dan heb je geen Ahoy vol. En dan heb je eerst een vliegtuig, maar dan heb je er geen twee. Ja. Weet je wel, zoals je buurman. Zeker, dus, zeker. Ja. Zeker. Dus bij mij is het het stukje geduld. Hè? Herken maar. Ja, is dat voor jou ook relevant? Ja, dat geduld heel erg. Kijk, en dat, ik merk aan mezelf dat... dat is echt een stuk zelfafwijzing. Want het moet nu zo zijn. Want anders heb ik het idee dat ik gefaald heb, bijvoorbeeld. Dus dan komt dat stukje geduld komt er dan bij kijken. En heel geduld is zo belangrijk om te hebben. Weet je, kijk, als jij hard aan het werken bent voor iets, dan, en je gaat de goede kant op, je bent de goede dingen aan het doen, op een gegeven moment gaat het gewoon gebeuren. Mm-hmm. Als het niet over een jaar is, is het wel over anderhalf jaar of twee jaar. Weet je, maar je kan niet verwachten dat het binnen 3 maanden gebeurt. Nee. Want als je die eisen in jezelf zet, dan ga je gewoon na 3 maanden gaan stoppen. Ja. En dat is zonde. Ja, mensen moeten leren dat alles wat een beetje waarde heeft, daar gaat gewoon, daar zit een prijskaartje aan. Soms in termen van wachten of in effort die je erin moet steken. Ja. Maar als je kijkt naar, bijvoorbeeld je zegt er straks, hé, ik wil ook een podcast beginnen. Nou, helemaal te gek, hebben we meer mensen horen zeggen. Sommige mensen zijn er ook echt mee doorgegaan, hebben doorgepakt en die hebben nu iets neergezet. Ja. Maar zijn er ook genoeg? Die zijn af 3-4 afleveringen gestopt. Misschien 13 afleveringen gestopt. Ja, want ik zit nog steeds op het niveau als andere podcast. Dat doe je ook 3 jaar over. Dus er zijn veel berichtjes binnengekomen van mensen. Ik wil ook een podcast, zou je er langs willen komen? En dan is het standaard antwoord, doe er maar 10, daarna kom ik. Ja. Precies. Ja, ik ben uiteindelijk nog steeds niet langs geweest. Precies. Ja. Dat is gewoon doorgaan. En die vuistregel zullen we ook gaan hanteren. Cool. Mooi, hoor. Wanneer staat de eerste podcast van online? Oh, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Wij helpen namelijk mensen met accountability. Ja, iets met een beetje opschieten en zo. Ja. Kijk, wij weten uit ervaring dat een podcast echt met een dag online kan staan als je echt wil. Ja, nou ja, dan heb ik dus ook bij Astrid Davidson geleerd. Is van, joh, je bent echt aan het lesgeven waar je zelf ook echt moet bewaken. Dus die accountability, zeker weten. Zeker ja, weten. Tuurlijk. En ik denk ook dat, kijk, ik ga dus werken samen met mijn beste maatje. Mm-hmm. Dat wij gewoon iemand externs inschakelen als soort van accountability coach. Ja. Gewoon om dat vast te houden. Kijk, we wilden wel gewoon, en nou ja, kan ik meteen jullie mening daarop vragen. Wij wilden gewoon 3 proefruns doen. Mm-hmm. Met een andere maat die dus helemaal into microdosing is. En fan van Michael Pollan. Dus dat wordt sowieso interessant. Ja. Gewoon te kijken van, oké, hoe gaat het? Stellen we de juiste vragen? Maken we er niet iets van, is het niet te vrij? Weet mm-hmm. Want je kan er natuurlijk van die 3 van die gasten bij elkaar zetten en dan komt er niks uit. Al heb ik wel vertrouwen in. Maar we doen eerst dus 3 oefenrondes. Ook met audio, video. Gewoon kijken hoe dat loopt. Mm-hmm. En dan willen we dus Michiel hebben. En dan kunnen we dat online zetten. We hebben dus ook de eerste ronde gedaan met Bas. Met Tobias. Tobias, inderdaad. En we hadden ook gewoon een gesprek. En toen zaten we achteraf. Dit was echt goed. Dit had een aflevering moeten zijn, ja. Daar hebben we zin in. Ja, maar uiteindelijk moet je ook niet te veel kijken naar, was het wel goed? Want, dat is ook. Want wanneer is het wel goed? Als het voor jou goed is en jij bent gewoon wie je bent. En we krijgen nu ook het groeiende. En we krijgen wel eens commentaar over dingen. Ja. Maar ik herken het wel. Maar ik zou zeggen, doe niet eens die 3 proefafleveringen. Wat wij aan het begin hebben gedaan, dat meen ik ook. Ik heb die aflevering, die testaflevering, heb ik dan wel 10 mensen gestuurd. Van, vind je ervan? Is het wel goed genoeg, zeg maar? Ja. En wat nou als 8 van die mensen hadden gezegd, was echt kut. Ja.
Daar had ik niet, was ik niet verder gegaan. Terwijl nu ik wel ben verder gegaan, ik blijk het gewoon te kunnen. Ja. Snap je? Dus tegelijkertijd denk ik ook, laat je daar niet veel door sturen. Ik zie aan de manier waarop je erover spreekt, je zit hier op je pad, zeg maar. Ja, dit voelt op een bepaalde manier voor jou. Gewoon go for it, man. Ja, ja, fuck het voelt goed. Doe het. Dat je hier nu zit, of kondigen, ook geen onzin. Dus wij graag gewoon go do it, man. Er is een videootje van Ice-T, die kan ik echt iedereen aanbevelen. Zoek hem maar eens op. Ice-T, fuck it. Okay. Daar vertelt hij gewoon, soms moet je gewoon zeggen, fuck it, ga het gewoon doen. Ja. En dan komen de mooiste dingen achterweg. Ook al vind ik het eng, ook al vind je het moeilijk, gewoon fuck it, let's go. Ja, want weet je, ten eerste wat heb je te verliezen. Ten tweede, je kan er alleen maar van leren. En ten derde, content beuken. Weet je, op een gegeven moment ga je gewoon, je gaat gezien worden. Gewoon zoveel mogelijk doen. Ja, en consistentie, joh. Consistentie. Ja. Ja, dat is hem. Alright, man. Waar kunnen mensen je vinden straks? Op goeiegastenofficial.nl. Oh. Ja, de mijn naampje is al gekocht. Ja, en iets anders met een ander maatje, Zoomed Out. Dan gaan we dus iets met psychedelica doen, maar daar moet nog geen invulling aan gegeven worden. We like. Tegen de tijd dat de poten staat, dan spreken we daar misschien nog wel eens een keertje over. Ja, leuk. Lassa. Cool. Oké, okay, thanks man. Ja, jullie ook. Gaan we door naar. Ga je nog even op de stoel? Benjamin. Ben. The last of the Benjamins. Ja, en als je nou even teruggaat naar waar we het er straks over hadden, zeg maar. Dat als je die special operators in het veld ziet, dat die vaak worden ondersteund door mensen achter de linies in het veld. Ja. Dan zit Ben wel helemaal echt aan het allereerste begin in die keten. Want zonder Ben was er geen podcast, want dan konden jullie hem niet downloaden. Iets meer naar voren. Komt er iets dichterbij? Iets dichterbij. Oh. Hallo. Ja, vind je het leuk? Jazeker. Oh, mooi. Vertel eens aan onze luisteraars waar jij je de laatste tijd voor ons mee bezig hebt gehouden. Voor jullie. Dat was echt inderdaad in de achtergrond. Bezig met juist IT-werkzaamheden. Verplaatsing van onze hostingpartij. Daar wat dingen betekenen. Dat was ons pet project, hè? Ja. We hebben afscheid genomen van een bepaalde partij waar we niet zo enthousiast over waren. Zullen die eens even de grond in boren hier? Dat is netjes, maar laten we zeggen dat we een beter pad in het zijn. We zijn naar een betere club. Waarom waren wij lastig voor hen? Nee, wij waren niet lastig. Zij waren gewoon heel vervelend. Okay, maar is het niet zo dat wij met onze podcast andere websites plat legden? Ja, wij zijn een keer van een server afgetrapt omdat wij geco-host werden. Dus dan sta je met z'n allen op een doos met 10 andere websites. Ja. En als op een gegeven moment al die andere websites uit de lucht zijn en ze kijken naar van, oh, die jongens van Eindbaas zijn alle bandbreedte aan het dichttrekken met hun podcast. Dan word je er afgetrapt en dan moet je migreren. En migraties zijn altijd leuk. Zo heerlijk. Als ik jou niet had gehad, de afgelopen paar jaren was ik echt gillend gek geworden. Dat ben je niet serieus. Ja, mooi. Ja, jij hebt ook nog lang zelf gedaan, ja. We hebben volgens mij ook echt een jaar lang met Google. Ja, die hebben dat vorig jaar, januari, hebben die dat geïnteresseerd. Dat je zo'n versleutelde verbinding moest hebben. Mm-hmm. Anders werd je website echt gewoon super slecht gevonden in Google. En we hebben dat gewoon wel een jaar toegelaten. Maar we konden ook niet switchen of zo. Hè? We hadden een nieuwe. Ja, dat, sowieso wisten we van, joh, we willen naar een andere partij toe. En dan heeft het niet zoveel zin om een certificaat aan te vragen. Omdat je weet, joh, ik ga toch weer ergens anders in. Geklooid met certificaten. Dus joh. Doe gewoon in één keer. En, eigenlijk was het een meer vliegen in één klap slag. Veranderen van hostingpartij was één van de doelen. Het andere doel was de website die er stond was al een redelijk project geweest. En wel was bijgebouwd en weer erbij opgestapeld en weer erbij opgestapeld. En op een gegeven moment weet je niet meer. Ja, jongens, hebben we dit nou eigenlijk nodig? En als ik hier aan ga trekken, wat valt er wel om me omvallen? Weet iemand dat? Nee? Oké, misschien moeten we hier gewoon vanaf scratch of aan beginnen. Dus dat hebben we gedaan. Ja, nou, jij bent daar echt heel goed in. Want ik merk dat ik op een gegeven moment, ja, mede ook door druk en zo, maar het vergt een bepaalde meticuleusheid om die dingen rustig uit te zoeken, op een rijtje te zetten, besluiten te maken. Waar ik echt altijd heel erg gecharmeerd ben van jou, als jij comfortijdig in de lucht geeft, alternatieven kies en dan kun je verder. Ja man, dat heeft echt superveel verlichting gebracht. Ik probeer meestal gewoon ja-nee vragen te stellen. Dat doet het over het algemeen wel het beste, ja. Maar dat werkt ook voor jullie gewoon een stuk handig. En als ik snel een antwoord terug wil hebben, dan moet ik maar verantwoorden voor mijn vraagstelling. Ja. Maar een van de dingen waar jij ook een behoorlijke bijdrage in levert, waar onze luisteraars ook heel veel plezier van hebben. Zeker op het moment dat je op YouTube dingen kijkt. Dus jij vat ze nog steeds samen. Jij maakt timelines. Ja. Nou, doe je ook met veel voortvaardigheid. En wat ik daar straks echt een hulde aan jou daarvoor, dat had ik onderschat. Jij moet de podcast 2 tot 3 keer luisteren. Dus als een podcast 2 uur duurt, ben je ongeveer 6 uur bezig met die timeline opstellen. Ja. Dat is een flinke tijdsinvestering, man. Je zal die podcast wel kunnen dromen. Ook dat.
Maar ja, tijd is in zekere zin wel mijn vijand geworden. Mm-hmm. Ik wil te veel. Dan op een gegeven moment gaat de omgeving daar ook wel wat van vinden. Ja. Hey Ben, kom je ook nog een keer thuis op de bank zitten, jongen? Of, Die vraag is wel een keer zil, als je een keer kijkt. Sorry, je hebt gelijk. Dat is altijd de goede, hè? Zie je dat? Gelijk. Ja. Heb jij die vraag van de schat, Wichert? Of kom je er nog eens bij zitten op de bank? Ja, ik heb wel eens een keer te horen gekregen, je bent wel thuis, maar je bent er niet. Ja. Met mijn hoofd echt nog wel ergens anders kan zitten. Maar ik ben sowieso wel waakzaam voor mijn... je zal mij niet snel zien dat ik zo ontzettend veel weg ben, alleen maar aan het werk. Want ik ben dan sowieso heel beperkt en bij mij kan je niet snel een afspraak inboeken. Oké. Ja. Dus je beschermt je tijd. Ja. Reistijd en al dat soort dingen. Maar ik hoor het al, de keuze is reuze als het gaat om dingen om je tijd aan uit te geven. Wat houdt jou de laatste tijd nog meer bezig? Voor een groot deel heeft mijn werk heel veel tijd in beslag genomen. Mm-hmm. Ik kreeg op een gegeven moment ook van Wichert de tip van, joh, plan je vrije tijd nog gewoon eens een keer in. Dan doe je de rest eromheen. Ben je dat gaan? Dat ben ik op een gegeven moment wel genoeg. Moest wel, noodgedwongen. Ja, zoals ik al zei, thuis had men wel een mening. Mm-hmm. Terecht ook. Ja. Happy wife, happy family. Happy wife, happy life was het. Dat was hem, ja. Dat is waar. Ja, maar het is wel, maar uiteindelijk moet iemand met jou leven. En als die niet gelukkig is, dan is het... Het is wel verbazingwekkend hoe ver je dat op de spits kunt drijven. Iedereen heeft geduld. Dat is een enorm rekbaar begrip, maar je moet dat niet opzoeken. Het is net wel een elastiekje. Je kan een heel eind, maar het laatste stukje knapt niet en dan is het klaar. Ja, het is goed dat je dat in de gaten hebt en dat je er voortijdig bij bent, want ik heb dat wel eens laten knappen op die manier. Ja. Dat ik echt dat soort signalen negeerde en dat uiteindelijk de relatie kostte. Zeker. Ja, dat moet je gewoon niet binnen. Ik kan heel gepassioneerd ergens mee bezig zijn, mm-hmm. maar aan alles zit grenzen. Je moet dat wel in de gaten hebben en een stukje bewaken. Mm-hmm. Ja, mooi. Maar veel tijd dus naar je normale werk. Voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben geluisterd. Wat deed je voor de kost normaal gesproken? Ik werk bij Saab. Een bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft. Tenminste in een civiele tak. In het maken van verkeersbegeleidingssystemen. Mm-hmm. Denk aan haven. Een begeleidingssysteem om in de grote havens en kustgebieden de traffic daar te kunnen managen. En op airports ground traffic. Ja. Taxi voor vliegtuigen naar de approach toe, dat soort dingen. Dat is het bedrijf waar ik bij werk. Wat te doen. Dat is trouwens wel grappig, hè? Iedereen snapt Air Command, zeg maar, zo'n vluchttoren. Maar voor een haven zal dat minstens even complex, misschien zelfs wel complexer zijn. Ja, dat gaat wel iets complexer. Nou, complexer snel, denk je? Ja, complexer. Minder snel. Schepen varen gewoon niet met 200 km per uur. Stel je dat voor, jongens, een olietanker van 250 langs omzeilen. Wat denk je in Antwerpen met al die containers en zo? Daar heb je allemaal robots die in en weer rijden die jouw container voor Nutrifit ergens neerzetten, die daar een week blijven staan. Ja, we zijn een onderdeel van het probleem. De uitdaging zit hem daar juist in dat je de samenwerking gaat opzoeken met de andere partijen. Want zo'n tanker, als die bij wijze van spreken van Amerika naar Amsterdam toe zou gaan varen. Die kan dat bij wijze van spreken op volle kracht doen. Maar vervolgens komt die een paar kilometer uit de kust en zegt, joh, ik wil graag daar aanleggen. Ja, maar we hebben geen lichtplaats voor je, dus blijf maar verwachten. En maar dat kost geld. Oh, zo, en dan heb je ook nog heel veel brandstof verspild, omdat je zo snel daar wilde zijn. Dan kun je er vervolgens ook nog eens een keertje gaan zitten wachten tot. Dus stel je voor, je kan pas over 3 dagen daar parkeren. Ga je langzaam dan varen? Dan is direct een plek vrij en dan kun je ze in één keer door. Je bespaart brandstof. Nou. Dat zijn logistieke zitten daar. En Saab levert dat soort systemen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Interessant. Ja, ze doen wel meer dan dat. Maar... dat iets met auto's of zo. Ja. Ja, dat deden ze. Scania was ooit ook van Saab. Dat is ook weer zelfstandig. Maar dan is er ook nog een militaire tak die dingen doet. Oh, dat wist ik niet. Wat doen die? We maken straaljagers. De Griffin straaljager. Ja. Oh, ik had geen idee dat Saab daarbij betrokken was. Wie zei dat? Cool. Saab? Ja, Saab. Maar jij denkt aan het automerk Saab. Ja. Ja, dat is al lang failliet. Dat bestaat niet meer. Oh, dat wist ik niet. Nee. Dit is een softwarebedrijf. Ik zie nog steeds Saabs rondrijden namelijk. Nee, helder. Misstandje opgehouden. Sorry hoor. Ja, weet ik veel. Nee, dus een nieuw bedrijf boven. Oké, check. Ik vind jou trouwens wel echt zo'n Saab-rijder. Met je cabrio en liefde.
Ja, maar ik heb begrepen dat de Saab Cabrio toch echt wel de oude lullenbak is. Die Volvo die ik nou rijd kan net, zeg maar. Omdat het een hardtop is, maar dat is ook zo'n grensgeval. Dat is echt, zodra je grijs wordt, ga je dat soort auto's rijden, is mij uitgelegd. Maar goed, mijn oude directeur had een Saab Cabrio. Van, hij zei, ja, de tourwagen en zo, daar gaan ze ook niet alle dagen dan mee de weg op. De tourwagen, die altijd onder een zeiltje in de garage staat. Ja, ik jaag die bak altijd gewoon af. Mooi. Ja, cool. En nou ja, we hadden het straks met de vorige jongens ook al even over. Je zit inderdaad al een tijdje bij ons. En wat ik wel interessant vind, is wat hetgene was. Als je kijkt naar wat jij doet, zeg maar. Wat je herkende in de Eindbaas podcast. En dacht, oh, dit doet iets voor mij. Hier kan ik iets mee. Nee, wat was dat? Ik vind nog steeds persoonlijk leiderschap een heel belangrijk thema. Ja. Dat vind ik wel erg mooi. Je kunt, als je dingen wilt veranderen, dan kan dat eigenlijk alleen maar starten met jezelf. Mm-hmm. En door daar kritisch naar te kijken en dingen in te bewegen, kun je verandering teweeg brengen. Hoe kom je dat tegen in je eigen leven momenteel? Ik kom momenteel meer de gevolgen daarvan tegen. Hm. Je moet jezelf op een gegeven moment vragen gaan stellen. Mm-hmm. Het grappige is dat als je dat, als je die skill zeg maar hebt, onder de knie hebt, dan wordt het ook heel makkelijk en is de valkuil ook dat je denkt dat een ander dat ook zo doet. Dus ik heb best wel vaak mensen die zitten er nergens mee. En dan ga ik ze vragen stellen. En dan zie je ze echt af te kijken van, oh, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit zo tegenaan gekeken. En dan, als dat niet zo is, dan heb je nooit goed de juiste vragen aan jezelf weten te stellen. Ja. Wat zijn krachtige vragen die veel effect hebben? De krachtige vragen zijn enerzijds die vragen waar je ook een antwoord op kunt geven. En waarbij het antwoord je verder helpt. Mm-hmm. Even heel bazaal zien. Een voorbeeld van slechte vragen is, waarom overkomt mij dan altijd? Ja. Daar kan ik helemaal niks mee. Ja. In plaats van, wat kan ik doen om hier uit te komen? Bijvoorbeeld. Hmm. Ja. Hmm. Dat soort verschillende. Maar ik dacht van, ja, dat is heel normaal. Dat doet iedereen. Dat aannames, jongen. Ja, precies. No, don't. Ja, dat is wel een ding waar ik ook hardhandig ben achtergekomen. Ik ging er ook altijd vanuit dat mensen wel een bepaalde mate van werkethos of zeg maar discipline of voortvarendheid zouden hebben om proactiviteit om je iets te laten weten of zo. Ja. Kun je nog wel eens van een koude kermis thuiskomen? Praktijk en theorie zijn anders. Ja, zeker. Ja, zeker, dus zeker. Echt waar. Ja. En als je dan kijkt naar de organisatie waar je nu zit, is daar een beetje ruimte voor dat soort thema's? Kun je daar ontplooien? Ik denk dat iedere organisatie daar ruimte voor is. De vraag is alleen hoeveel. Mm-hmm. En staat een ander daarvoor voor open? Je kunt als een idioot op de bres gaan staan en ik vind dat iedereen. Ja dat is leuk, maar op het moment dat die ontvangende partij daar niet voor open staat, dan kun je gillen tot je mond weegt. Heeft geen zin. In mijn bescheiden ervaring is er maar een heel select percentage binnen elk bedrijf dat daar echt voor open staat en dat ook echt wil. En de rest is er gewoon om een salaris op te halen. Ja, ze moeten zitten van de baas. Ja, sommigen wel. Ja. En het helpt soms wel om bepaalde vragen te stellen om inderdaad die verwarring, zeg maar, te creëren. Mm-hmm. Of dat je inderdaad in bepaalde zaken een mening gaat geven van, joh, luister eens, je roept het nou altijd zus en zo. En je komt iedere keer met diezelfde stokpaardje van stal. Maar doe er eens op mee. Ja, precies. Je klaagt dat je niks voor elkaar krijgt. Maar dan moet je misschien de andere vraag stellen. Waarom krijg je dat niet voor elkaar? Mm-hmm. Wat doe je verkeerd waardoor jouw boodschap blijkbaar niet landt bij die anderen? Ja. Dus dat zijn de vragen die je verder gaan helpen. Ze hebben haar gewoon domweg lopen klagen dat je het niet voor elkaar krijgt. Mm-hmm. Oké, okay, en nou? Ja. Hakun Baya zingen? Handjes vasthouden, ja. Marshmallows bakken. Wat is jouw advies vaak aan mensen die dat gedrag hebben, Wiggert? Ik ken ze ook wel, hè? Altijd van die mensen, het is altijd niet, het ligt niet aan hen en het lukt altijd net niet. En weet je wat, het zijn moeilijke mensen om aan te krijgen. Hoe pak je dat aan? Nou ja, de eerste regel voor mij is, ik hoef ze niet te overtuigen. Hmm. Daarmee ontlast ik mezelf wel een beetje. Dat scheelt wel, zeg. Dus het enige wat ik dan vertel is hoe ik het zou doen. Of wat ze kunnen doen. En dan mogen ze zelf daar een keuze in maken of dat ze dat willen doen. Hmm. En voor de mensen die vinden dat alles zo overkomt. En daar kan ik wel, heb ik al een aantal mooie verhalen over waarbij je jezelf een slachtoffer voelt. En dat absoluut niet gaat helpen. En vooral de mensen die vinden dat hun iets is aangedaan. Mm-hmm.
Ik denk dat ik, dat is wel echt een van mijn speerpunten in mijn workshops. Dat hoe jij je voelt, niks te maken heeft met iemand anders. Ook al denk je dat. En dat stukje is echt een... Leg dat eens uit. Hoe jij je voelt, is niks te maken met iemand anders. Dus stel, ik heb ruzie met mijn vriendin. En dan voel ik me op een bepaalde manier. Ja. Dat heeft niks met haar te maken. Ja. Nee, want zij drukt dus op de emotionele knop bij jou. Die je vroeger ergens een keer hebt ontwikkeld. Ja, ja, oké. Okay. Dus het is een angst om alleen gelaten te worden. Of het is een angst om niet gezien te worden. Of... Het is iets wat je zelf invult. Of de angst voor verandering, vaak hè, met dit soort dingen. Ik wil niet veranderen, want ja, ik weet niet, dat brengt een soort van onrust met zich mee. Mm-hmm. Dus heel veel mensen zijn daar... En dan blijven ze in een bevriesmodus. En dan weet je zeker dat alles goed blijft. En op het moment dat je in de ogen durft te kijken dat het niet, dat het niks te maken heeft met die rotbaas, dat je ontslagen bent. Hè, als je dat niet persoonlijk neemt, mm-hmm. daar gaat het eigenlijk over. En dan kan je anders naar de wereld kijken. Ga je even samen bij je af. Drie man. Maar dat gedachtegoed, jongen, daar zie ik af en toe mensen echt... ik geef nog steeds om de twee weken les op de bewustzijnsschool. Heel basis persoonlijk leiderschap. En dan is dit af en toe echt een... daar zie ik mensen bij kronkelen, jongen. Mm-hmm. Ja, maar hoezo? Hij heeft het dan toch gedaan? Want, hij heeft inderdaad die sms naar jou gestuurd. Maar daar heeft het niks mee te maken. En dat... Ja, en ik denk dat dat ook echt wel... ik denk dat dat de grootste bewustzijn shift is... Mm-hmm. die mensen over de regel kunnen maken... dat je de externe wereld niet meer verantwoordelijk stelt voor jouw interne wereld. Hoe zie jij dat? Ik geloof er heel heilig in dat omstandigheden zijn er. Er gebeuren dingen. Daar heb je geen controle over dat gebeurt. Hm. Het enige waar je controle over hebt is jouw acties. Jouw reactie op die verandering in jouw omgeving. Hm. Ja. Dus het zit echt in jezelf. Ja. En natuurlijk mag je, als er iets ergs gebeurt, mag je best wel even balen en even denken van... Je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn. Mm-hmm. Maar daarna is het van, oké, voelde niet lekker. Zeker pijn voor mij, het gedrag is wel een menselijk ding. Hoe ga ik voorkomen om dit de volgende keer weer zo te ervaren? Of wat kan ik doen om, et cetera, et cetera. Maar je moet wel, ook daar weer beginnen met de juiste vragen stellen. Ja. Snap ik. Even een beetje gemeene vraag. Waar zit jouw pijnvermijding momenteel? Waar zit? Jouw pijnvermijding momenteel? Mijn pijnvermijding... Ik, kutvraag, hè? Ja, weet ik. Nou, nee, op zich niet. Ik ben heel erg voorzichtig met dingen als social media. Ik ben daar eigenlijk niets mee, nauwelijks mee bezig. Ik moet gewoon letterlijk mezelf dwingen om naar Facebook toe te gaan om naar de tribemembers te kijken. Joh, wat gaan we doen? Wat zijn de plannen? Ja, onze besloten Facebookgroep voor de mensen die schaal vragen waar dit over ging. Ja. In tegenstelling tot veel mensen, ik kan mijn telefoon... bijvoorbeeld prima ergens laten. Het is misschien nog geen boel. Ik benijd dat stiekem wel een beetje. Ja. Je hebt zo'n app waarmee je dan kunt zien hoeveel tijd je door de week ze doorbrengt. Ik moet echt mijn best doen om aan de 4 uur per week te komen. Wauw. 4 uur per week. Dat is voor jou een dag. Was voor jou een dag. Jij bent er mee bezig nu, toch? Ja, zeker. Ik ben nu social media dieet. 20 minuten per dag. Ik begin er nu al van te balen, want het... voor mij is er ook een ding, ik verdien ook gewoon als ondernemer zijn en mensen die graag op de bühne willen staan en mensen naar je workshops wil trekken, doe ik gewoon heel veel met social media, dus daar kom ik tijd in tekort en zeker de spontaniteit haalt het wel weg, want ik kan er maar 20 minuten op, dus ik ben net echt aan het plannen. Uh-huh. En als ik dan s'avonds in één keer een ingeving heb, maar ik heb geen tijd meer, dan Doet het nou nog echt iets? Want daar hebben we het vaker over gehad. Hè? Als ik naar de Instagram stories ga. Weet je wat Instagram stories zijn? Als je er bijna niet komt. Ja. Dat zijn van die, je hebt de posts en je hebt van die video's die mensen kort maken. En als ik naar jou kijk heel vaak. Ik zie echt vaak. Wat ik heel vaak zie bij jou. Want ik ga daar zo doorheen. Hè, dus Wigert die dit doet. Zeg maar, die net naar de camera komt. Zie ik best wel vaak. Dus jij maakt veel van die stories. Ja. Had dat nou nog effect? Dat je dat deed en dat je het nu minder doet, merk je dat? Ja. Zeg maar, dat je minder van die video's maakt, heeft effect op conversie naar je trainingen? Nou ja, minder interactie, minder berichtjes, minder reacties van mensen. Maar die reacties en die likes en die comments, die leveren geen centjes op? Nee, maar wel de verhalen die ik dus vertel in die stories, daar kan ik mensen iets in uitleggen. En daar kan ik haakjes in leggen. Er zit ook een heel psychologisch ding achter, want dat heeft dus mee te maken, je wil mensen wat leren. Ja. Waarom post je iets op social media? Om jezelf weer te kijken te zetten of om mensen wat mee te geven. En ik merk inderdaad dat die berichten, die geven heel veel reactie. Als je iets meegeeft. Maar op het moment dat je dat doet en mensen reageren even, dan wil je terugreageren. En daar gaat de tijd in zitten. Ja. Want ik maak nu dat filmpje gewoon als een filmpje. Die gooi ik in een app, die heet Cut Story. Daarin hakt hij het in 15 stukjes. 15 seconden stukjes. Uh-huh.
En dan is het gewoon upload, post, blablabla. Dat is echt een half minuut werk dat ik 2 minuten film erop kan zetten. Cool. Dus dat kost geen tijd. Mm-hmm. Alleen ja, de reacties daarna. En daar merk ik wel in. Nou, dan wil je toch even weten wat mensen ervan vinden. Is het vaak gezien? En, dus daar zit echt wel een beloningssysteem ding in. Ja, grappig. Ik had dat met die 10-year challenge. Ik heb niet vaak dat ik kijk naar wat een post op Instagram doet. Maar dat is er één dat ik merkte. Oh, ik zat echt om de 10 minuten even te kijken. Had nog iemand wat te zeggen? Ja, ik weet niet. Ik dacht, wat ben ik aan het doen? Mooi. Ja, mooi. Ja, nou, dat heb je goed voor elkaar. De bewondering uitspreken dat jullie dat zo kunnen. Het trekt mij compleet niet. Nee. Ik heb daar helemaal niks mee. Nee, dat snap ik. Nou ja, luister. Ik eerlijk gezegd ook niet. Hè. Ik doe dit noodgedwongen. En heel eerlijk, ik laat me er ook gewoon bij helpen. Er zijn mensen die mij vertellen, je moet dit soort content op dit soort momenten online zetten. Mm-hmm. Want vanuit mezelf, ja, ik heb soms zeg maar, wat je doet normaal, doe je al gek genoeg, weet je wel. En waarom al die shit erop zetten? Want als ik anderen het veel zie doen, dan heb ik er ook een bepaald idee bij. En dan moet ik het zelf dan wel genoeg. Maar ja, luister. Als we luisteren naar waar we mee begonnen, Brandon Burchard. Hoe je met content en marketing om moet gaan. Joh, vanuit de rol die wij hebben, ontkom je er niet aan. Ja. Maar heel eerlijk, als ik niet deze positie had, zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde doen als jou. Geloof het me wel. Ja, nou, heel plat gezegd. Ik heb nog steeds een Facebook-account, omdat we dit gebruiken als werkinstrument. Ja. Zo niet, had ik het opgezegd. Voor mij biedt het helemaal niks extra's. Ja. Nou, ik denk dat een boel mensen die hiernaar luisteren daar nog wel eens iets van konden leren. Het kan ook zonder, jongens. Ja. Je ziet het dan, Ben. Ja. En dan ben ik ook nog een IT'er in hart en nieren. Ja, dus je zou juist dit soort technologie helemaal te gek moeten vinden. Ja. Maar misschien komt het ook omdat je als IT'er een beetje kan inschatten wat het met je doet. Dat is één ding. En helaas ook de negatieve inslag die erachter zit. Nou, eerlijk wezen, waarom doet Facebook wat Facebook nu doet? Om digitale heroïne te maken. Nee, dat is een middel. Dat dient een ander doel. Waarom maken ze je verslaafd? Ja. Zodat je gebruiker wordt. Zodat je gebruiker wordt. En als je gebruikt, hebben ze invloed op je. En weten ze dingen over. Als je weet hoeveel gegevens er over je verzameld worden. Ja, dat is, de meeste mensen staan daar helemaal niet bij stil. Maar dat is echt ongekend. Vind je dat eng? Ik denk dat het eng vinden heeft niet zoveel zin. Dat gaat toch gebeuren. Ja, het is al lang gebeurd. Ja. We hebben het laten gebeuren. Ik denk alleen dat het in die zin eng is dat mensen zich dat niet realiseren totdat het echt te laat is. Ja. Wat is een onvoorziene omstandigheid die kan ontstaan door het verzamelen van deze data? Want we hebben hier best wel vaak over gehad in de podcast. Hè? En ik denk dat je er hele geweldige dingen mee kunt doen. Dus het feit dat we dit kunnen meten, beter kunnen we echt dingen leren over hoe mensen werken. En dan kun je daar goede dingen mee doen. Ja. Aan de andere kant kan ook ongelooflijk misbruikt worden. Kijk naar hoe het verkiezingen beïnvloedt. Ja. Is een mes bedoeld om je te helpen in de keuken, of is een mes bedoeld om je mee van de kant te maken? Mm-hmm. Het mes op zich is niet slecht. Ja, het hele argument, zeg maar, guns don't kill people, people kill people. In principe is dat ook zo. Een gun kan ook een werkinstrument zijn dat je gewoon domweg nodig hebt om iets anders te elkaar te krijgen. Ja, de dierenpopulatie te reguleren, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uiteindelijk verhaal. Ja, dat is wel iets waar je in toenemende mate stil bij moet staan. Aan de andere kant, ik denk dat ik dat een klein beetje opgegeven heb. Omdat ik, als ik naar die trend kijk, dan denk ik... Ja, weet je, het is unstoppable. En het enige wat je echt kan hopen, is dat ze er iets gunstigs mee gaan doen. Weet je nog wat we het bij Ancilla erover hadden? Mm-hmm. Zeg maar dat Facebook jouw gedrag manipuleert. Mm-hmm. Ja, mijn gedrag. Ja, nou ja, jouw gedrag dan niet. Maar andere mensen hun gedrag manipuleert. Ja. Ik vraag me af of dat erg is. Omdat het is ook een instrument om deze hele massa die we in een bepaalde richting moeten gaan bewegen om het hier te redden op deze planeet, kunnen inzetten. Het staat of valt met de intentie waarmee je dat gedaan wordt. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Daar moet ik gewoon even wel bij stilstaan. Is dat ook werkelijk de intentie van een Facebook of een Google of een Microsoft of een grote partijen maar op? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik ga er altijd even vanuit dat ze... Nee, dat is ook niet zo. Je kan niet zeggen dat een organisatie die een winstbejag heeft, die wordt per definitie minder menselijk. Dus die gaan per definitie voor winstoptimalisatie en procesoptimalisatie. En daar komt altijd een beetje onmenselijk gedrag uit voort. Dus daar mag je wel een klein beetje zorgen. Misschien is het dan meer een kwestie van in hoeverre, in welke mate gebeurt dat. En dan, daar moet je iets... Dus ik hoop dat mensen daar ook iets van gaan vinden. Ja, ja. Maar ik denk dat het... Gewoon even, wees dan bewust van dat het is. Ja. Ik denk dat een boel mensen die hiervan luisteren wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Iets minder is helemaal niet erg, want voor jou draait de wereld ook gewoon door. En je leeft je leven ook gewoon. En het gaat niet als je niet op social media zit. Dus ik zou zeggen, luisteraars, doe er je voordeel mee. Yep.
Alright. Afsluiten, jongen. Ja. Je was de laatste van het team. Niet iedereen was aanwezig. We hebben natuurlijk nog Aukje die mooie teksten voor ons schrijft. We hebben Dion. Dion die social... Nee, die is niet meer social media doet. Maar grote eindbaarshow gedoe. Eindbaarshow aanwezig is. En Nico, onze gastenboeker, die ook niet aanwezig was. En vergeet Antoinette. En Antoinette, onze blogster. Right. Dus die komen er volgende keer wel. Shout-out naar deze mensen bij deze. Shout-out naar iedereen die naar ons luistert. En mocht jij nou ook zoiets hebben van, ik wil graag bij jullie team zijn. Wij zoeken altijd, we zoeken waarschijnlijk altijd om mensen. Ja. Als het gaat om contentmakers met video, met dingen, dan zijn we echt naar op zoek. En wellicht staat op de website ook een vacaturepagina waar wat dingen staan. En als je hier naar luistert en je denkt, maar ik heb een echt supergoed idee voor jullie. Daar kan ik ook iets mee en ik wil een bijdrage leveren op een of andere manier. Neem gewoon contact met ons op. We zijn goed te vinden via Instagram, Facebook, LinkedIn. Mag je ons ook gewoon direct benaderen. Yep. We staan er voor open. Dus, yes. Let's get it done. Alright man, dit was er weer eentje. Tot straks voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houd je huis. Ciao. Bye.